Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe stream. Mario Party Superstars. Hebben we er zin in of niet? Heerlijk, man. Ik heb er zin in. En welkom iedereen, welkom. Hoe gaat het met jullie dan? Bam! Ja, dames en heren. Dit is tevens ook een YouTube-filmpje. Dankjewel voor de follow, Guppy Carolcore. Guppy Core, dankjewel voor je follow. Ja, tevens ook een YouTube-video, dus mocht jij deze video kijken, doe dan even zo'n mooi duimpje omhoog. Ja, vandaag gaan we weer lekker oldschool Mario Party doen. De Superstars editie. En waarom? Die vind ik misschien net een klein beetje beter dan de normale Super Mario Party. Nou, het is tijd voor plezier. En dat geldt op stream, dat geldt op YouTube, dat geldt op alles. Weet je hoe het spel werkt? Zeker. Moeten we nog een uitleg? In principe niet, toch? In principe niet. Maar dit is altijd het moeilijkste. Het moeilijkste wat er is. Dat weten jullie allemaal. Dit is het lastigste van de hele game. Welk karakter gaan we spelen? En dit is dan... Ja, het is moeilijk, want weet je wat het is? Ik kies altijd Yoshi. Yoshi is mijn favorietje. Yoshi is mijn schat. En die aap vind ik ook leuk. Donkey Kong, ja, natuurlijk. En ik vind Wario is ook wel eens leuk om te spelen. Maar, en heel veel mensen zullen ook wel voor Mario gaan en Luigi. Maar het is misschien cliché. Maar ik ga toch maar voor Yoshi weer. Yoshi! Ik vind Yoshi toch wel gewoon superleuk. Maar ik mag ook kiezen tegen wie ik strijd. Dat kan ik willekeurig doen. Ik kan het gewoon zelf tegen... Ik doe willekeurig. Weet je waarom? Anders ga ik toch weer andere leuke karakters kiezen. En ik moet juist een beetje haat en nijd krijgen tegen die karakters tijdens het potje natuurlijk. Oh my gosh. Hebben we nou serieus Peach, Rosalie... Nee. Ik wil toch iets anders. Mario time. Mario, Peach en Rosalie. Nee, jongens. Dit gaan we niet doen. Dit wil ik niet. Ik wil niet... Nee. Terug. Nee. Terug. Oké, opnieuw. Gewoon willekeurig, hè. Ik ben Yoshi. Maakt niet uit. Ja, ik kies nou alle meiden. Oh, nou ja, oké. Ik heb liever gewoon, zeg maar, wat andere karakters. Maar oké, als de game dit wilt, het zal wel het lot zijn of zo. Dit zal wel zo moeten zijn. Dus we gaan tegen Peach, Daisy en Rosalina. En dan krijg ze nooit uit elkaar. Ik kan ze nooit uit elkaar halen. Maar misschien tijdens de stream dat het eindelijk eens lukt om die drie uit elkaar te halen. Nou, laten we beginnen. Met een potje tegen alle prinsesjes. Kies het niveau. Normaal, ik denk normaal. Ik vind dat al pittig genoeg af en toe. Goedenavond, Floor. Welkom ook. Thomas, welkom. Allemaal normale difficulty. En dan het eiland. Wat kiezen we? Spaceland. Birthday Cake. We hebben Woody Woods. We hebben Horrorland. Ja, welke is leuk? Ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Ik vind die ook heel gaaf. Maar die is wel pittig, hoor. Deze vind ik wel heel gaaf ook. Zullen we het eens proberen? Deze is wel een uitdaging, sowieso. Oké, aantal rondes. Ja, ik vind het gaaf om gewoon even anderhalf uur gewoon lekker te knallen, weet je. Gewoon één dik potje gewoon. Ja, toch? Nou, zullen we dat gewoon doen? Ik vind van wel. We gaan 90 minuten lang strijden in een potje hier zo. En we hebben allerlei games, alle soorten games van Nintendo 64 tot de GameCube. Alles zit er gewoon bij. Hoppakee. Het lijkt erop dat we klaar zijn. Ben je tevreden met de instelling? Ik vind het helemaal prima. 30 rondes, dames en heren. 30 rondes strijden. Hoppakee. 30 rondes strijden tegen die prinsessen. Ik ga zweethandjes krijgen, sowieso. Dat weet ik nou al. Goedenavond, Cynthia Felina en Thomas. Zo vinden ze tussen de prinsessen. Jazeker. Normaal zo gek genoeg ze Benno. Ja, nou ja, dat klopt ook. Soms als je dan op hard mode zet, dan is dat zo natuurlijk. Kom ik niet in beeld, zeg Jarno. Moet jij in beeld dan? Meestal staat de chat in beeld, toch? Of niet? Nou ja, welkom. Dit bord heet Woody Bos. Of Woody's Bos heet het dan natuurlijk. Dat liedje ook, hè? Woody Woods. Ja, en achter elk dingetje, achter elke map schuilt weer een verhaaltje. Als je niet oppast, zal dit bosje laten ronddwalen. Jawel. Lang geleden was dit het strijdperk van een slag om de titel van Superster. Jawel. Oké. Maar iedereen raakte verdaald en er was ook helemaal geen winnaar. Laten we dat vandaag proberen te voorkomen. Jullie begrijpen dat dit natuurlijk een buitenkans is. Maar dan gaan we eerst kijken. Baan jullie weg door dit kronkelige bos. En laat ons echte supersterren zien. Nou, dat gaan we zeker doen. Maar... Dankjewel voor... Ik ga net met een potje beginnen, Mike. Dankjewel voor je raid, jongen! Bam! Doet hij het? Ja! Het confetti kanon. Ik ga dadelijk weer bezem, hoor. Ik ga dadelijk alles opruimen. Dankjewel, Mike, voor je raid. Hoe was je stream? Oh!
Ja, ik heb geen idee wat hier gebeurt, maar volgens mij is dit een game. En dan ga je, volgens mij moet je dan jezelf in een ketel omhoog werken. We gaan helemaal terug naar beneden, joh. En je had net een wc-bril op je hoofd. Ja, dat maakt mij niet uit, hoor. Dat is allemaal prima. We komen mooi op tijd. Ja, dankjewel voor je raid, jongen. Hoe was je? Maar je stream, wat heb je gestreamd? Ik neem aan dat je niet die game hebt gestreamd, toch? Nou, welkom. We gaan strijden tegen de prinsessen. En nu moet ik even kijken. Rosalina is volgens mij de middelste, toch? Peach is dan rechts. En hoe heet die andere ook weer? Ik ben nou al de naam kwijt. Gewoon prinses 1, 2 en 3. Klaar. En dan maakt niet uit welke volgorde, toch? Nou, we gaan eens kijken. Want we gaan eerst natuurlijk een balletje opgooien. Of in ieder geval een dobbelsteen in dit geval. Ik moet nog het een en ander regelen, dus ik zie jullie later. Dood, neemt het van me over. Okidoki. Nou, hij is onze gids natuurlijk vandaag. Spelen we dit bord voor de eerste keer? Nee, ik heb dit vaak gespeeld. Ik heb behoorlijk wat uurtjes in de game zitten. Nou, let op. Oh, kijk dit. We hebben lekker Minecraft gespeeld. Nieuwe update getest. Oeh, de 1.21 update geloof ik dan, hè? Daisy was dat. Dankjewel, Menno. Josje gaat als eerst. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Allemaal leuk en aardig dat ik als eerst begin. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Peach, Rosaline en Daisy. Ja. Oké, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Ik hoop dat ik eruit kom. Nou, we gaan eens kijken. Waar is de eerste ster? Die belandt al gelijk ergens op het speelveld. En eigenlijk zijn het altijd een beetje de standaard locaties waar de ster komt. Maar deze map is behoorlijk lastig. En we gaan dus 30 ronden spelen als in 30 minigames. Oké, let's go. Alles is in de gereedheid. Laten we lekker beginnen. Doe je best. Veel plezier en veel geluk natuurlijk ook. Vooral veel geluk. Ronde 1. En ik speel natuurlijk met zo'n lekker Switch-controllertje. De blauwe. Maakt ook niet uit. Ik graag met blauw. Ik weet niet, ik doe nooit met rood. Ik vind blauw gewoon fijn. We gaan dobbelen. En geloof me, ik ga nu niet meer hoog scoren, hè. Dat zijn hele kleine rot cijfertjes die ik gooi. Dus die 10 was ik al verbaasd over. Nou, Prinses Peach. Die muziek ook, hè? Heerlijk, hè. Staat de muziek goed trouwens ten opzichte van mijn stem? Laat hem even weten in de chat. Ik doe het altijd een beetje op gevoel met het geluid. Goedenavond, Joellen. Welkom. Kijk. Dat goed, oh mooi. En Daisy is ook aan de beurt. We strijden tegen de 3 prinsessen vanavond. Dat keurig, dankjewel Mike. Iedereen gooit... Eerst 1 gooit 2, de ander gooit 3, de ander gooit 4. Dit is gewoon het lot, dames en heren. Dit is het lot, dus ik gooi 5 dadelijk. Ze ontvangt ook nog 10 muntjes. Ze staat een kop met de munten. Heeft de 13 munten ook gelijk al. Of nee, meer, ze had de 20 geloof ik. Minigame voor 4 personen. Laten we eerst de minigame starten en we hebben het over vuurtjes springen. Nou, eens even kijken. Oh, deze is wel heel droog. Dit vind ik een leuke. Lang geleden dat ik deze heb gedaan. En het mooie is dat hij af en toe heel snel kan gaan. En af en toe ook heel langzaam. En het is een beetje gevaarlijk. Ja, met vuurspelen is sowieso gevaarlijk. Maar deze minigame is in het algemeen wel gevaarlijk. Oké, daar komt hij. Ja, dit gaat goed. Ik ben natuurlijk Yoshi, dat weten we allemaal. En Jaino, dankjewel voor je suppie. Met de 2 maandjes, jongen. Dankjewel. Oh, het wordt gevaarlijker. Het wordt gevaarlijker, het wordt vuur. Oké. 2 maanden. Dankjewel, jongen, voor je 2 maandjes, suppie. Jarno. Shout-out naar jou, jongen. Ik hoop dat er hartjes in de chat verschijnen voor jouw suppie. Gaat ook steeds sneller. Maar hoe ver gaat dit? Gaat dit tot 100? Ja, eentje is af. Eentje is af. Oké, ik sprong veel te... Oh. Gaat het toch sneller of niet? Dit ging makkelijk. Dit ging oprecht. Ik had het misschien op hardmodus kunnen halen. Nou ja, Josje heeft gewonnen. En je weet het, hè. Hoe meer minigames ik win... hoe beter het kan lopen met de eindstand. Althans, met de eindsterren die worden verdeeld. Dus ik ga gewoon mijn best doen en zoveel mogelijk minigames gewoon winnen. Dat is het beste wat ik kan doen. We hebben de mol. Er verschijnen er 3 en die draaien de bordjes om. Helemaal ruk natuurlijk, want zo krijgen wij weer een andere route. Maar het kan ook voordelen hebben natuurlijk, want die route leidt me misschien wel naar de ster. Ronde 2, dames en heren. Ronde 2. En we doen even een hooi. Oh, dat ging niet helemaal gesmeerd. Dommelblok. Wordt het 5? Het zou echt heel gek zijn. Het wordt 6. Het wordt gewoon meer dan ik dacht. We gaan... Oeh, het is nog 8 tot de ster. Maar stel je voor dat ik daar kom, hè. En dat bord, dat draait om. Dan kan ik daar... Ja, dat is verschrikkelijk. Maar we moeten die kant op. Ik ga niet naar boven. Nee, we gaan die kant op. Welkom in de voorwerpwinkel. Wil je iets kopen? Nou, ik ga voor het dubbelblok, denk ik. Dat is misschien wel een goede set, of niet?
het dubbel-dobbelblok. Laat je met twee dobbelblokken meer kans maken op meer en het geluksvakje. Nou, dat is toch prima. Beautiful. Welkom. Goedenavond. Kijk uit met je geld, wordt er ook gezegd. Ja, nee, zeker. We krijgen ook nog 7 munten terug. Dus eigenlijk heb ik het gratis gekregen net, het dobbelblok. Plus 2 extra munten. Oké. Wat gaat mevrouwtje Rozen... Peach doen? Peach? Ja, Peach. Ze gaat ook wat kopen, sowieso. Ze gaat wat kopen. 12? Wat koopt ze nou? Toch niet die buis? Oh, gelukkig. Ja, ze mag dus zelf bepalen wat ze kiest. 1 tot en met 10. Dat betekent wel dat zij dus nu in één keer naar de ster kan lopen. Dus spannend. Nou, wat gaat ze doen? Rosalina, dankjewel voor je 100 bits, Jarno. Jarno 200.711 cheered X100. X100, dames en heren. Dankjewel, Jarno, voor je 100 bits, jongen. En nogmaals, dankjewel voor je steun met je 2 maandjes. Sumpie, sumpie. Hoort gewoon een suppie hier in de stream, jongens. Dankjewel, jongen. Hey, en welkom kijkers ook, trouwens. Welkom bij een lekker Mario Party potje. Een party potje. We zijn bij ronde 2, dus mocht je net aanschuiven, dan heb je nog niet heel veel gemist, denk ik. Behalve dan de eerste minigame. En die heb ik gewonnen. We gaan naar de volgende. Hopelijk win ik die ook. De kiepkunst. Dames en heren, dit is de kiepkunst. En deze is leuk, want je moet namelijk evenwicht bewaren. Jarno, dankjewel voor je onderwerp. Jarno 200.711 cheered X100. Jarno, jongen, dankjewel. Dankjewel weer voor je 100 bits. Ik hoop dat ik dit goed doe, want ik ben hier niet zo heel goed in. Ik vind dat toch wel een beetje pittig of zo. Ik ga eerst die buitenkant doen. Dat is misschien een goede tactiek, of niet? Oh, chips. Kom maar, Vince. Nu, hier. Oh, pak die dingen, pak die dingen. Ja, ja, goed zo. Heb ik ze allemaal? Kom op, nog 2. Nog 2 pakjes, nog 1. Nog 1, kom op, kom op. Oei, yes. Als eerste. Dat was net op de tijd, want je ziet het, hè. Het is allemaal een beetje close, close hier. Het is allemaal close, close. Gewonnen. Lekker, man. Lekker wel, Yoshi weer gewonnen. Ja, ik probeer, wat ik al zei, ik probeer zoveel mogelijk potjes te winnen. Want dan krijgen we extra veel muntjes. En muntjes hebben we nodig. Zo, lekker. Lekker drinken. Lekker vocht. Ja, hier was ik alweer bang voor dat dit zou gebeuren. Elke ronde, dan gaan die stomme bordjes omdraaien. En ja, het wordt nou wel een probleem om daar te komen natuurlijk. Dus, wat kan ik nu best doen? Ja, het liefste gooi ik nu 1 of 2. Ja. Maar ik ga niet het voorwerp gebruiken, dat vind ik zonde. Oké, de kans dat ik 1 gooi of 2 is aanwezig, sowieso. Alleen als ik op die uitopteken kom, gaat dan die bordjes ook automatisch draaien. Dat weet ik dus niet. Nou, laat ik gewoon eens 1 gooien. Ik gooi altijd lage cijfers en dan nu gooi ik 7 met een voorwerpvakkie. Nou, laat maar zitten. Maakt niet uit. We gaan eens kijken. Wat moeten we doen? Oh, we moeten kiezen. Oh, wat zal ik doen? Ik pak het achterste tonnetje. Oké, goed volgen waar die is. Je hebt altijd prijs. Dat scheelt dan wel weer natuurlijk. Maar je probeert natuurlijk zo snel maar... Oh, waar is die? Ik denk dat die linksonder zit, deze. Ja, dat is hem. Yes! Zie je? Hebbes. Volle concentratie met mijn ogen gericht. Geplakt aan het beeldscherm. En toch weer even dubbel dobbelblok gewonnen, dames en heren. Prachtig. Nou, daar is Prinses Peach. Die gaat er zo lekker dobbelen. En die heeft natuurlijk weer 1. Uiteraard heeft hij weer 1. Uiteraard, tuurlijk. Want die mag dadelijk weer gaan voor die peperdure ster natuurlijk. En ze krijgt ook nog 12 munten. Ongelooflijk. Ja, ze had eerst helemaal geen geld om een ster te halen. Maar ja, de computerkenner geeft natuurlijk haar weer voorrang. Om het spel een beetje spannend te houden. Ze gaat... Oké. Wat doet ze? Ze gaat niet die sleutel gebruiken, maar ze zit ook weer op het voorwerpvakkie. En wat krijgt ze? Ze krijgt een geluksdobbelblok. Het is ook weer niet... het is altijd weer zo. Het is altijd weer zo. Die meiden krijgen weer een soort van voorrang van de computer. 6. Ze gaat waarschijnlijk wat kopen. Ongetwijfeld. Ja, tuurlijk. Ze kopen die hele voorraad leeg van dood. Vervloekt dobbelblok. Die gaat ze sowieso aan mij uitdelen. Dat voel ik al aan mijn water. Karma. Ja, dat is karma. Dat is karma. Gewoon gelijk op zo'n rood blok. 1 versus 3 minigame. We gaan strijden tegen die... Ja, tegen die gele. Was dat... Daisy? Was dat Daisy? Nou, we gaan dus met ons dobbelblok moeten we haar plat maken. En ja, we moeten haar een beetje insluiten. En het punt is dat je natuurlijk strijdt tegen... Of met computers tegen computers. Dus het is een beetje... Ja, 50-50 of ik het ga halen. Maar we gaan proberen. Komt ze? Oké. Okay. Insluiten, insluiten. Oh, bijna plat. Kom op, naar boven. Kom op. Insluiten. Nee. Och, die computer snapt het niet. Die computer begrijpt het niet.
Ja, we moeten haar insluiten. Kom op. Ja, ja, ja. Ik heb niks gezegd. Ik heb niks gezegd. De prinses vermoordt de prinses. Ik vind prima. Ik vind prima. Daisy is vermoord. Ja, ze is platgestampt tot het met een groot blok. Nou, ik vind het goed. Zo zijn wij dus ook weer, hebben weer een minigame gewonnen. Dat scheelt dan wel weer. En we zien ook weer dat het molletje weer de bordjes omdraait. Dat betekent dat de route naar de ster een soort van makkelijker is geworden. Maar als ik daar zo kijk, ik ga dat nooit halen. Ik heb zoveel stapjes nodig. Hey, beautiful, je hebt het uitgevonden. Een nieuwe functie op Twitch. Hey, maar zoals je kan zien, ik heb nog onwijs lijp veel stappen nodig om daar te komen. En ik denk zelfs niet dat ik met een dubbelblok, als ik 6 en 6 gooi, 12, dat ik daar in de buurt kom. Dus ja, wat is nu wijsheid? Ik heb geen flauw idee. Ik denk het beste wat ik kan doen is gewoon, ja, dobbelen en gewoon iets gooien. Ja, ik heb geen idee. We gaan niet naar boven. Hé, hey, wat is het nou? Wil je dat ik de wegwijzers omdraai? Oh, ja, natuurlijk! Natuurlijk wil ik dat! Want dan blokkeer ik de route voor haar. Dat is, zeg maar, ik gun natuurlijk geen sterren aan de tegenpartij, dat snap je wel. Dit is een soort van tactiek die ik ga uitvoeren, maar of dat een goede tactiek is, weet ik niet. We staan in ieder geval veilig op een blauw blokje. Of een blauw rondje, een blauw cirkeltje. Nou ja. En Peach gaat ook weer strijden. Die gooit 2, maar die zit op het actievakje. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij toch weer omdraaien? Heb je nou serieus, heb jij wit geluk? Ze heeft serieus geluk. Oh my gosh. Zit ik het om te draaien, gaat zij natuurlijk weer 1 gooien. Hè, de kans is weer heel klein. Natuurlijk uiteraard. Komt ze op dat actieblokje. Tjonge jongen, dit is... Ik voel nu alweer dat die computer weer een beetje die computer voortrekt. Om zodoende de match een beetje spannend te maken. Ja, dit spel is gewoon tenenkrommend. Het is verschrikkelijk soms. Die game is zo intens. Een bedrog. Het is gewoon een bedrog, die game. Maar dat geeft niet. We gaan door. We strijden door. Daisy is aan de beurt. Daisy, wat ga je doen? Ze gaan een voorwerp gebruiken en uiteraard op mij, of niet? Nee! Ze gaan het niet op mij doen! Maar op degene die dicht bij de ster is! Oké. Dat is apart, maar zij weet natuurlijk ook dat mevrouwtje dicht bij de ster is. Snap ik. Dit is gewoon beveiliging voor jezelf. Nou ja, ze is op de bank gekomen. Helaas, er was geen geld in de bank. Dus zij heeft geen jackpot kunnen halen. Minigame voor 4 personen. We gaan strijden met z'n viertjes of tegen elkaar. 4 tegen 4, mikken en meppen. Oké, wat moeten we doen? Sla de bal richting de vlag. Huh? De speler die de bal dichtst bij de hole krijgt, die wint. Maar hoe werkt dat dan? Oh, je moet dus richten? Oh, dat vind ik lastig hoor. Dit vind ik wel lastig. Dit heb ik eigenlijk nooit echt gedaan, deze minigame. Ik kan me gewoon niet herinneren, maar... Oh, jee joh. Dit is... dit is wel even pittig, denk ik. Maar we gaan het doen. We gaan dit sowieso doen. Het komt wel goed. Nou, laten we gewoon beginnen. En dan zien we het wel. Maar je moet natuurlijk als laatste starten, zodat je weet hoe hard moet je slaan. En dat is denk ik het beste bij deze minigame. Laten we beginnen. Daar is de hole. En de hole in one zou natuurlijk fantastisch zijn, maar... Eerste volgorde. Daar komt hij. Wie gaat er als eerst... Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dit is weer zo tenenkrommend. Nou, dan moet ik dus in 1 keer... Moet dus in dat hol daar. Ik heb geen idee of dit gaat lukken. Ik heb geen idee. We gaan het proberen. Was dit een missetje? Oeh. Dit was maar 1,35 meter. Ja, zeker notice. Zeker. Zeker notice. Goed onthouden. En wat gaat zij nou weer doen? Gaat zij nou serieus... Gaat zij nou in het gat? Nee. Oh, ik heb verloren. Oh, wat dichtbij. Ja, ik kan mijn bril niet op. Maakt niet uit. Dino's hebben het richtingsgevoel van een dino, dus dat maakt niet uit. Nou, dan gaat zij ook nog eens een beetje schieten. Nou, dat was echt totaal helemaal niet in de buurt. Maar ja, ik had 1,35, Pietje van 1,04 meter. Ja, en dan komt ze... Wat gaat zij nou weer doen? Oh, ik wou net zeggen, wat is zij nou voor plan? En Daisy... Die heeft 1,40 meter of 50 of zo. Oh, 2 meter toch nog. Jongens. Echt verloren. Maakt niet uit. Ja, welkom bij Notice. Leuk dat je me hebt gevonden, jongen. Kijk, Yoshi dan op de grond liggen ook. Het is gewoon ontzettend zielig ook. Nou ja, we gaan kijken. Want ik heb nog steeds de meeste munten. Dat betekent dat ik vooraan sta. Maar niet lang meer. Want ik denk dat de ster wel wordt gepakt dadelijk. Dat denk ik wel. Yes, de bordjes worden omgedraaid. Dat is wel weer een voordeel, want de prinses staat net met haar reet voor dat bordje. Dus zij moet naar rechts. Ja, daar ben ik wel een soort van stiekem van wel een beetje blij van.
Maar ik sta helemaal bovenaan. Dus voor mij is het echt een no-go die ster. Maar ik weet toevallig aan de rechterkant heb je dus blijkbaar een soort van ja, winkeltje. En dan kan je een buis kopen. En als ik die buis koop, kom ik op de plek van de ster. Dus ik denk dat ik toch maar even het domme blok ga gebruiken. Ik heb er toch 2. 1. En nog 1 toch? Oh shit, ik heb het verkeerd gedaan. Maakt niet uit. Wil je iets kopen? Ik wil... Ja, wat wil ik kopen? Ik kan nog niet dat een hele mooie ding kopen. Dus ik ga voor het driedubbel dobbelblok. Kost me wel wat muntjes. We hebben ook 26 over. Dat kan op zich wel. Als ik daar maar die buis kan kopen. Hoppakee, 39. Oh, dat valt mee. Ik heb nog redelijk wat muntjes. Peach is aan de beurt. En zij baalt natuurlijk ontzettend als een stekker. Want zij kan helemaal niet echt... Nou ja, ze kan niet naar de ster toe. Dus het wordt er een beetje misgund. Ze ontvangt wel eens 7 muntjes. Ze mag niet klagen. En als ze dat doet, dan hoor ik haar toch niet. En de volgende, Rosalina, schooit 4. Mag 4 vakjes zetten op het rode vakje. Helaas moet ze dan 3 muntjes inleveren. En Daisy is aan de beurt. Die zit volgens mij het dichtst bij de ster, als ik het goed heb. En die gaat ook voor die ster, want ze moet nog 18 vakjes om bij de ster te komen. Er komt een bonus minigame. Maar strijden. Strijden tegen Rosalina. En we gaan boogschieten, dames en heren. Dit is wel leuk. Alleen, het punt is, je mag niet geraakt worden. En je kan ook een beetje opgesloten worden, zoals je kan zien. Want ik kan nu geen kant meer op. Dus ja, het punt is... Ja, ik word nu geraakt. Dus het is heel vervelend. Ik denk dat het beste is dat ik in het midden moet blijven. Dat is denk ik mijn tactiek. Oké, let's go. Ja, lekker Floor. Oh, oh. Nee, niet gelijk naar mij. Ze wil gelijk naar mij toe. Oeh. Gelijk op mij, hè. Gelijk op mij. Nee. Oké, weg. Oh, ik vind het eng. Ik wil overleven. Nee, weg. Nee. Op mij. Alleen maar op mij. Je ziet het. Alleen maar op mij. Wat is dit erg? Kom op, winnen. Winnen voor ons. Verpruts het niet. Nog 3 seconden. Verpruts het niet. Kom. Zag je het? In de laatste seconde. Het scheelde echt een halve seconde, anders hadden we verloren. Maar we krijgen 20 munten. Dus dit is een voordeel. Dit is echt een voordeel. Oh my gosh. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Gewoon in de halve seconde gewoon. Oh, heerlijk. Oké, we gaan snel door. Want wat krijgen we nou? Alle wegwijzers zijn weer veranderd. Nou, dat maakt mij niks uit. We gaan strijden. En ik moet nog 20 tot de ster. Ik kan proberen om misschien wel het voorwerp te gebruiken. Het driedubbel dobbelblok. Zo zegt dat maar eens achter elkaar. Driedubbel dobbelblok. Ik struikel over het dubbel en dobbel. Dus het driedubbel dobbelblok. Nou ja, we gaan eens kijken. Ga ik 3 keer 10 gooien? Het zou mooi zijn, maar ik denk het niet. We gaan proberen. Komt-ie. De eerste wordt een 3. Dat is echt veel te weinig. Dan worden ze veel te weinig. Ja, dat is veel te weinig. Maar ja, goed. 13 is beter dan... Dat is een ongeluksgetal trouwens. Ik moet ook nog 3 muntjes inleveren bij de Koopabank. Nou, geen zorgen. En dan gaan we snel door naar... ja, wat is nou het makkelijkste, hè? We hebben maar 1. Ja, 1. Ja. Het is een beetje spannend. Ik weet niet wat we gaan doen. We zijn alleen maar munten aan het verzamelen en de ster pakken, hoor. Maar... Nou, dan gaat Pietje ook lekker... muntjes, ze gaat op het actievakje komen. Wat is dit? Oh, de bordjes worden weer omgedraaid. Alsof ze nog niet een keer zijn omgedraaid. Let's go. Rosalina. Rosalina gaat strijden met haar dobbelblok. Ze gooit 5. Ze heeft nog 37 vakjes nodig. Om bij de ster te komen. Ze gaat ook niet meer voor de ster, heb ik het gevoel. Ze gaat wel weer even muntjes ontvangen, of niet? Nee, een geluksdobbelblok krijgt ze. Nou, helemaal gaas en cadeau. Laat je gooien wat je wilt tussen de 1 en de 10. Het heeft best wel veel voorwerpen ook. Dat geldt voor Rosaline en de rest hebben eigenlijk niet zoveel voorwerpen. 1 wat zielig voordeel, maar ja, voor mij weer een voordeel. De minigame! Minigame voor de volgende ronde. We gaan strijden. Strijden tegen... Was het Peach? Ik moet die naam echt leren. Pogo Disco. Wat moeten we doen? Dit is een leuke minigame, maar pittig. Heel pittig, want je mag niet in de gat vallen. En geloof me... Ik heb nu net 2 keer geoefend, binnen 30 seconden. Nou, binnen 10 seconden en ik ben 2 keer doodgevallen, dat zag je wel. Dus of dit beter gaat, weet ik niet. Maar we gaan proberen. Daar komt-ie.
Strijden, dames en heren. Strijden op het veld. Oh, het is zo lastig om soms ook te zien waar je precies bent dan, hè? Oké, we gaan de andere kant op. Goed zo, gaat goed. Gaat goed komen. Ik blijf daar. Oh, Yoshi. Oh, dat ging net goed. Zag je dat? Oh, nee. Oké, ik moet nog blijven overleven, jongens. Nog 30 seconden. Ga ik het overleven? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik blijf een beetje het pad volgen. Het vaste pad. Oké, nog 6 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Strijder! Strijder! Bam! Nou, gekkigheid. Dit zijn behoorlijk wat puntjes. Hé, 69 puntjes heb ik gewonnen. Hoppakee. Dat was misschien ook stiekem een beetje geluk hebben. We gaan naar de volgende ronde. Dat betekent dat ik als eerst mag gooien. Wat krijgen we nou? Maar nu zie ik wel dat die borden weer de verkeerde kant op staan, zoals gewoonlijk. Godverdorie, daar word je toch ook niet. Daar krijg je ook het leplazers van die gezeik. Nou, dan moet ik nu eigenlijk minder dan 7 gooien. Alsjeblieft. Je gooit elke keer een laag cijfertje. Gooi nu ook gewoon een keer laag. Oh, 5. Prima, prima. Gaan we wat kopen in de voorwerpwinkel? Ik wil wel een... ik denk dat ik die maar weer pak. Want dat vond ik wel een klein succesje, toch? Tenzij ik natuurlijk heel laag gooi, dan is het geen succes. Hey, hallo Boersien, welkom. Het actievakje, nee! Nee! Oh, wat kloten! Dit was helemaal niet goed! Ja, ik snap het. Oh, wat een strijd, jongens. We zijn in ronde 6 en er gebeurt eigenlijk helemaal geen moer. Het is alleen maar munten verzamelen, minigames. En die ster die laten we eigenlijk een beetje achterwege. Nou ja, er worden weer munten ingeleverd in de bank. Prima, die bank kan vol, hè. Die bank kan helemaal vol. Zolang ze maar niet op die Bowser komt, want dan kan ik namelijk al mijn munten weghalen. Of die kunnen afgepakt worden. 4. Kijk. Waarom doet ze dat naar die omdraaien? Gewoon om mij te sarren. Zij kon die bordjes om laten draaien. Daisy. Oh nee, ze heeft de ster. Nee. Oh, ze heeft 10 gegooid. Ze had 9 moeten gooien. Oké, nou, ze gaat sowieso die ster nu pakken. Dat betekent dat ik daar misschien helemaal niet goed sta. Of juist wel, dat kan ook. Ze gaat hem kopen. Ja, ik wou net zeggen, had ze wel genoeg munten. Maar ze heeft genoeg munten, oké. Je hebt een ster gekregen! Ja. Van de timing trouwens vast. Oké, en dat in ronde 7. De eerste ster is uitgedeeld op het slagveld. Zij gaat nu daar zitten. Ja, Toadette zit nu daar. En heeft dat een voordeel voor mij? Niet heel erg, denk ik. Of wel? Nou, we gaan het zien. Hoi Deesje, wat leuk dat je langskomt. Je hebt een muntvrucht gevangen. Zo, die krijgt 14 munten erbij. Prima. Nou, de minigame gaan we starten. Want na elke ronde krijgen we weer een minigame. Althans, de dobbelronde. Zo noem ik het maar gewoon. En we hebben 70 kijkers. Welkom iedereen op deze mooie zaterdagavond bij een potje Super Mario Party Superstars. Party Mario. Oké, het enige wat we moeten doen is bewegen. Bewegen, dames en heren. Flink bewegen en we moeten muntjes pakken. Muntjes pakken en de chocolaatjes ontwijken. De koekjes, de gelatine. Wat er ook allemaal naar beneden stort. En eigenlijk is het gewoon puur voor de muntjes. Ja. Maar ja, kijk uit voor de Yoki-neuzen. Het zijn ook Yoki-neuzen, die rode. Echte smarties. You think smart? No, ik ga dood. No. En ik span ook gewoon niet meer in, of wel? Oh, daar kom ik, ja. Pak die muntjes. Hoppakee. Het punt is, je kan ook niet springen, hè. Dus je moet een soort van dingen ontwijken. Dat is geen probleem. Hebben we al veel muntjes? Ik heb geen idee. We hebben echt 14, dat is echt niks. Maar dat geeft niet. Je hebt eigenlijk altijd gewonnen bij deze. Ja, dat was ik vergeten. Ik dacht, je moet de meeste muntjes halen. En dan degene die de meeste muntjes heeft, die heeft gewonnen. Maar in dit geval is het dus niet het geval. Ja, ik sta toch derde door het enthousiasme van een van de prinsessen die een ster heeft gehaald. Ik vind het prima. Maar wat krijgen we nou? Alle wegwijzers gaan weer de andere kant op. Ronde 8, dames en heren. Ronde 8. Yoshi is aan de beurt. 34 tot de ster. 34. Jeetje man, ga ik het doen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik vind het zonde. Ik denk dat ik het zonde vind. Ik gooi gewoon lekker 7, joh. Ja, het is prima. Het geluksvakkie.
We hebben een chompfluitje. Nou, schattig. Roept een chain chomp om. Nou, dat is mooi. Kan ik hem ook gebruiken om een ster te verplaatsen? Ho, die komt goed van pas. Als ik nou eens even de kaart erbij ga halen, dan weet ik genoeg, weet je wel. Oh, ik moet er eentje weghalen natuurlijk. Ja, die dan maar. Zonde, want die had ik graag willen gebruiken, maar dat geeft niet. Oh, we mogen ook niet meer spelen ook. Oké. Nou, dan gaat zij ook iets gebruiken. Oh, shit. Zij gaat 8 gebruiken natuurlijk. Ja, zij gaat voor die ster. Oh. Dit wordt toch wel even een strijd. Ja, dit wordt een strijd, dit. Dit wordt een strijd. Ik merk het nu al. Ik had misschien even dat chompfluitje moeten gebruiken, maar dat kon ik niet gebruiken. Dus dat is het probleem natuurlijk. Je hebt een ster gekregen. Jongens, meisjes. We hebben 30 rondes. Het kan nog alle kanten op gaan. Hè? We kunnen alles jatten dadelijk van ze. Dat komt helemaal goed. Als ik de kans krijg om te jatten natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat ik kan jatten, maar ik hoop dat ik kan jatten. Ja. Oké, nou ze gaat helemaal daar zitten. Daar zit ik natuurlijk niet bij in de buurt. Alhoewel, nee. Nee, shit. Het voorwerpvakje. Zij krijgt natuurlijk ook weer een voorwerp, want ja, alle prinsessen worden beloond. Rosalina. Nou, die gaat ook strijden. Die heeft nog 35 vakjes tot de ster, dus die komt er voorlopig niet. Ba-ba-da-ba-ba. En Daisy. Deze moet nog 5 vakjes. 5 vakjes, nee. Oh shit, het gaat echt helemaal de mist in nu. Dit hele spel gaat nu helemaal de mist in, dames en heren. Ja, die gaat... Huh? Die gaat de andere kant op. Ik word keihard ingemaakt. Pak zij de buis? Nee, ze pakt ook een chompfluitje. Oeh, zij denkt, Vince, een tomfluitje? Ik ook een tomfluitje. Prima, prima. Is goed. Is goed. En ze ontvangt nog een chompfluitje. Dus eigenlijk was het zonde van de geld. Maar ja, maakt niet uit. We kunnen wel de ster verplaatsen. Maar ik weet zeker dat zij dat nu ook gaat doen. Ja, ik word ingemaakt door de stomme prinses. Nou, maakt niet uit. We gaan door met de volgende. Wat moeten we doen? Besturing. Kooi laten vallen. Laat je kooi op het juiste moment vallen. Ah, oké. Okay. Je moet gewoon ervoor zorgen. Je hebt 1 plek. Die kan je niet verplaatsen. En ja, probeer zoveel mogelijk te vangen. Dus je moet een beetje geluk hebben. Oeh, dat waren er veel. Dat waren er veel. Maar zij heeft er ook veel. Oh, shit. Dat waren er veel, hoop ik. We gaan kijken. 1. 2. Nummer 3. 4. Geel is er ook nog vol. Blauw is leeg. 5. 8. Ja. 9. Hoehoehoe. 1 punt verschil. Staan de bonussterren aan? Zeker staan die aan de apenkoppie. Hé, hey, hallo. Ik heb de eerste weken wat Crash Bandicoot gespeeld op de PlayStation 5. Ik heb volgens mij vorige week Crash Bandicoot 2 uitgespeeld. Ik moet alleen nog 3 en de gems. En dan ga ik door naar mijn favoriete Crash. Warped. Kijk, nou heel veel plezier, want 4 is inderdaad een beetje redelijke game. Het is wel lastig. Hè? Het is wel een lastige game. Oké, 39 tot de ster. Ik denk dat het verstandig is om een voorwerp te gebruiken. In de hoop dat het sterretje bij mij in de buurt komt. Maar of dat zo is, dat moeten we nog zien. We gaan het zien. Gaat de ster dichterbij komen? Waar gaat hij heen? Oh, shit. Wat een rotlocaties. Echt oprecht. Wat een rotlocaties. Dit is zo verschrikkelijk. Dit is zo erg. Ja. Nou, het enige wat ik nu kan doen is gewoon dobbelen. En hopen dat ik ergens terecht kom. Ik heb geen idee. Het is een spannend potje. Dat merk ik nu wel. Het wordt echt een spannende strijd. Spring op een ton. Oké, dat wil ik. Maar welke ton? Wow, de ster! Of de key. Nou, netjes. Dat is op zich wel redelijk. Ja. Nou, we hebben een key gekregen. Dat kan altijd van pas komen. Een hoofdsleutel, absoluut. Peach is aan de beurt. En Peach moet nog 11. Die gaat een doppelblok gebruiken. Die kan natuurlijk nooit 11 krijgen. Alles is voor Daisy, 1 voor alle. En alles is voor Daisy. En dan gaat ze weer wat kopen, tuurlijk. Die koopt echt... Het zijn ook vrouwen, hè? Allemaal shoppen. Nou ja, dan wil ik natuurlijk... Mannen kunnen ook flink shoppen, natuurlijk. En dat weten we allemaal wel. Dat was ook maar een grapje. Maar die vrouwen, het valt op dat ze echt alleen maar aan het shoppen zijn.
De wegwijzers zijn weer veranderd, maar Rosalina is nu aan de beurt. En wat gaat Rosalina doen? Je gooit het team. Nou, prima. Jammer dat het nooit op een rapport stond. Oh, en het koopt ook niks daar. Die gaat even langs de bank toe. Die moet 3 muntjes inleveren. Bedankt voor de medewerking. Graag gedaan, niks ook. Hoppakee, 84 kijkers. Welkom iedereen. Gezellig dat jullie aanschuiven. Ja, wat moet je anders op de zaterdagavond lekker Mario kijken, toch? Vind ik ook. Lekker in de lurk. Lekker gezellig. Het geluksvakje. Wat gaat ze doen? Ze gaat weer wat krijgen natuurlijk, want het is natuurlijk shoppaholicdag. Ontvang een dubbelblok. Natuurlijk krijgt ze weer een dubbelblok. Geloof me, ze zijn ook nog gepoetst, hè, die blokken. Dat weet je sowieso. Hé, hey, Rianne, goedenavond. De minigame. Voor 4 personen. Dus niemand strijdt tegen... Of eigenlijk iedereen strijdt tegen elkaar. Hovercraft Cross. Ja, maar moet je anders op de zaterdagavond? Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, morgen ben ik lekker uit eten, dus ben ik er niet. Oh, gosh. Ja, ik denk dat ik moet versnellen. Ik ga denk ik versnellen op 3 standjes, denk ik. Want als ik sneller doe, kan op zich ook wel. Oh, ik ga echt hard nu. Ik ga echt hard met die hovercraft. Kijk hoe goed ik ben aan de linkerkant. Als ik nou ook zo in het echt speel, dan win ik, snap je? Dat gaan we nu zien. Oké. Kom op, strijders. Daar gaan we. Ik begin eerst met standje 3. Want ik zag daar al 2 naast elkaar. Daar komt ie. Dit is een all-you-can-eat. Dat is een soort van ABC-restaurant of zo. Oké, we gaan hard nu. Als we maar harder gaan dan de rest. Oké, snelle standje. Dit is een risico. Dit is echt een risico. Maar dit kunnen we doen. In de hoop dat ik zo snel mogelijk naar de overkant ga. Oké, ik houd het vol. Ik houd het vol, ja? Ja! 22 seconden! Zo, die andere gaat hard, jongen, rechts. Kijk eens, standje 5. Maar als je gewoon op je gemak doet en een beetje is prima. Hé, hey, ik ben geopereerd maandag, maar heb momenteel even last van mijn buik. Ah, Nuka Zon. Nou, gelukkig kan je nog wel een beetje typen natuurlijk. Dat is wel gezellig. Hé, hey, sterkte met je buik. En waaraan ben je geopereerd? Ja, waarschijnlijk aan je buik dan natuurlijk. Of nou, je hoeft niet per se. Nou ja, we gaan kijken, want de bordjes worden natuurlijk weer omgedraaid. Hoppakee. En dan worden weer andere paden worden gecreëerd hier zo in het betoverende Woody Bos. Of hoe heet dat nou ook weer, dat bos? Nou ja, het was een Woody Woods of zo. Yoshi! Ik ga het toch proberen. Ja, ik gun het die prinsessen niet. Oh, ik heb ze niet meer. Oei. Ja. Wat gaan we doen? Ik ga niks verbruiken. Ik vind het prima. Ik ga gewoon lekker 9 gooien. Ik vind het goed. Gaan we de bordjes omdraaien? Even kijken. Heeft dat nut? Als wij daar de prinses hebben en zij gaat gooien, dan komt zij naar de ster. Dat klopt. Dus als ik de bordjes wel omdraai, dan komt ze daar niet. Ik ben kwaad. Ik ben evil. Ik ben Dr. Yoshi Evil. Maar dit is wel karma, hè? Want ik ben nu zeg maar die prinses aan het saboteren, aan het irriteren, aan het vervelen, aan het bekokstoven. En zij gaat mij dadelijk terugpakken. Dat weten we allemaal, hè? Dat weten we helemaal. Je hebt een maagverkleining gehad. Ze hebben deel van mijn maag eruit gehaald. Ja, dat snap ik. Ja, dat klopt. Even kijken. Ja, dat doet al zeer, ja. Nou, sterkte in ieder geval. Maar dat gaat wel goed komen, geloof ik. Dat gaat helemaal goed komen. Even kijken. Een 3-dubbel-dubbelblok. Nou, dat is prima. Doen we die? Gaan we die doen? Ik denk dat het niet heel erg handig is. Want ik heb al 3 objecten trouwens, merk ik nu. Besef ik nu. Dus ja, ik kan hem vervangen. Is beter om hem te vervangen, denk ik. Toch? Ja, ik ga hem vervangen. Let op, hè. Kijk, en dan gaan we die weghalen. Beter een 3-dobbelblok dan een 2-dobbelblok, toch? Dan een dubbel-dobbelblok. Ja, Daisy heeft ook nog een fluitje, ik weet het. Daisy gaat hem ook nog smeren gebruiken dadelijk. Dat voel ik ook, hè. Hoppakee. Rosalina, die kan trouwens ook wel 15 tot de ster. Nee, die kan niet in de buurt komen. Dan gaat ze over het Bowser-vakje heen. Daar heeft ze geluk mee. En bijna 90 kijkers. Welkom, jongens en meisjes. Welkom. Ze gaat niet het chomfluitje. Die gaat ze toch stiekem bewaren, dat chomfluitje. Heel smerig. Ze voert wat in een schild. 15. Ook wel weer een goed aantal, hè? Moet natuurlijk weer inleveren bij de bank. En natuurlijk krijgen ze ook weer een dubbel-dobbelblok, zoals gewoonlijk.
Die meiden krijgen alles. En ik moet... Hé, hey, Jeffrey! Kijk eens, Jeffrey! De klapperbommen, dames en heren. Dit is leuk. Want je moet dus zeg maar die ton, hè, die ton die je ziet, daar moet je dan zeg maar zo'n kokosnoot op gooien. Het lijkt heel simpel, ik heb het net voorgedaan. Maar het is pittig, laat het zo zeggen. Gaan we, jongens. Oeh, bijna. Oh. Oeh. Allemaal bij elkaar? Nee, dat gaat niet. Dat werkt niet. Wacht even. Oh. Ja, dat was hem, jongen. Ja, zeker. Great Ruup. Goedenavond, Menno. Goedenavond, welkom. Welkom bij de Mario Party Superstar Match met 30 rondes. Waarin wij gaan strijden. Het is een hoop. Het zijn er ook rondes. Dus Hamster, hallo Hamster. Welkom terug. En de bordjes worden weer omgedraaid, over hamsters gesproken. Nou, die, of zijn het mollen? Het zijn mollen, geloof ik, hè? Hebben de leak van Planet Coaster 2 gezien? Zeker heb ik die gezien, ja. Ik had nog een tweetje geretweet op Twitter. Ja, dat doen wij. Retweeten op Twitter. Een tweet retweeten op Twitter. Of nee, het heet geen Twitter meer, hè? Het heet nu, hoe heet het nou? Ik ben gewoon de naam kwijt. X, toch? X, ja. Oké, 21, dames en heren. Wat kunnen we doen? Ik kan ervoor zorgen dat we met die blokken 21 gooien. Het wordt pittig. En of ik het ga halen, weet ik niet. Maar we gaan het proberen. Hallo Epic, dankjewel voor je follow. Dan moet ik in ieder geval iets van 8 gooien nu. Dan moet ik iets van 6 gooien. Gooi hoger dan 5. Oeh! 21! Maar staat dat bord goed? Dat heb ik dus niet gezien. Staat dat bord goed? Wordt het gegund? Ik denk dat het bord niet goed staat. Ik ben bang dat het bord niet goed staat. Staat het bord goed? Het bord staat goed. En ik koop gewoon mijn dobbelblok weer terug. Oh my gosh, dames en heren. Wordt dit een eerste ster? Gaan ze dit... Dit wordt gegund. Dit wordt gegund, dames en heren. Moet ik deze ster gaan kopen? Zal ik het doen of niet? Zal ik gewoon nee doen? Nee, natuurlijk doe ik geen nee! Dames en heren, we hebben een ster gekregen. We hebben een freaking ster gekregen. Zijn we er klaar voor? Daar komt hij. Mooi moment dit. Mooi moment. Je hebt een ster gekregen! Ja! Explosies van Toadette, jongens en meisjes. Explosies op het veld. We hebben het gehaald. Wat goed. De eerste ster. Maar dat zegt nog helemaal niks. En gewoon fijn om een eerste ster te hebben in ons midden, dames en heren. In ons midden. Dat gaat wel weer naar een rotlocatie. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Ik gun het de rest ook. Ik gun de rest ook sterren. Ik gun dat. Maar ja, de locatie is dan niet helemaal lekker, denk ik. Alhoewel, we gaan er misschien wel weer komen. Peach is aan de beurt. 42. Nou, die komt lang niet in de buurt. Maar het fluitje kan gebruikt worden, hè. Dus... Och, dat ik gewoon 21 gooi. Hè? Hoe groot is die kans dat ik gewoon precies 21 gooi? Ook gewoon. Dat is echt... Ja. Het is raar. Het werkt. Het is raar. Het is raar. Jullie zijn getuigen ervan geweest. Ik heb 21 gegooid. Oké. 33. Het geluksvakkie. En Rolfo-rama! Dames en heren, nu heb je minder poen. Ik noem dit een Abraham. Hé, Rolf, gefeliciteerd, jongen. Voor jou doe ik ook nog even de confetti. Ik moet toch gaan dweilen. Ik moet toch de bezem gebruiken om alles op te ruimen. Dus dankjewel voor je 50 maandjes, jongen. Dat is insane. Je bent een van de langst volhoudende suppers. Suppers, is het suppers? Suppers, Rolf, suppers. Oh, dit is zo geniaal. Dit is zo leuke minigame. Oh man, van alle minigames is dit, niet sarcastisch bedoeld, echt één van mijn favorieten. Daar komt ie. Je moet binnen de lijntjes, dames en heren. En als je dat niet doet, en Jeffrey als vormgever gaat natuurlijk helemaal kijken hoe ik dit uitknip. Dat is gewoon een soort live Photoshop. Ja, ik moet wel mijn best doen, want dat doe ik alweer niet. Ik zie alweer hoe scheef ik ga. Maar je moet wel een beetje op tijd. Oh, dit is lastig te zien. Oh shit. Heb ik het goed gedaan? Ik denk dat ik helemaal scheef zit. Ik hoop dat het een beetje netjes is. Maar ik vind die rechts ook wel beter. Oh, dat is best netjes.
Dat is best netjes. Ik zeg je eerlijk, dit was 95. Was op zich een goede score, toch? Dit was niet slecht. Nou, we hebben gehaald. Zie je het, Rolf? Dit doen we gewoon. We hebben weer gewonnen, dames en heren, in de volgende ronde. We hebben nog, ik geloof, rond de 20, meer dan 20 rondes te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Alles kan nog verschuiven. En vooral die bordjes, die blijven maar verschuiven. Maar qua sterren, hè, alles kan nog gebeuren, dames en heren. We gaan het allemaal zien. Als je me nou. Ik had aan, hoe heet die, Loekie de Leeuw? Als je me nou. Als je me nou. De bordjes zijn omgedraaid. Als je me nou. Nou, we gaan eens even kijken. Want we hebben 12 van de 30, ook 12 rondes al gedaan. Of dit is ronde 12. Ja, wat kan ik het beste doen? Ik kan weer dit gebruiken en dan hopen dat ik 19 gooi. Maar de kans dat ik 19 gooi is natuurlijk wel iets kleiner, omdat ik net al het geluk heb gehad. Maar ik ga het gewoon proberen. Wie weet. Dan zou ik nu iets van boven de 6 moeten gooien. 5. Nee, dat wordt hem niet, toch? 5 is te laag. Ja, dit is ook te laag. 10. Nou ja, op zich. Oh. Nee. Hij was er niet. Dit was raar. Dit is een heks. Ik dacht echt dat ik hem had gepakt. Maar blijkbaar moest ik dan de andere kant op. Maar niet, ik ging blijkbaar niet de goede kant op, wat ik niet begrijp. Wat een raar bord. Ik snap hier geen pepernoot meer van. Nou ja, maakt niet uit. We gaan kijken wat zij gaat doen. Ze gaat 6 gooien. Waar zit die verdomde ster dan? We gaan hem openmaken. Ik weet niet wat het nut daarvan is, maar een shortcut. Ja, oké, ze hebben een shortcut. Ze gaat op het actievakje. Ik dacht echt dat ik nu gewoon 19 gooi, dat het gewoon allemaal goed kon. Maar dus niet. Blijkbaar niet. Wat heel raar was, want er stonden nog 16 vakjes tot de ster. Ik ga die 16 vakjes lopen en ik kom daar niet bij. Nou ja, ik snap het allemaal niet meer. Ze gaat in ieder geval hetzelfde proberen wat ik deed. Nou, met 1 gaat dat niet lukken, meid. 4, dat is 5. Dat is niet zo heel veel. Ze gaat natuurlijk wat kopen. Huh? Ze gaat niks kopen. Ja, er stond 16 plus tot de ster. Oh, ja, dan snap ik het niet meer. Nou ja, ik had een soort van flauw vermoeden dat ik het ging halen, maar ik werd genaaid. Maakt niet uit. Een lokale bel. Wat gaan we doen? We gaan zakken met geld oppakken, dames en heren. En volgens mij is K-Mac degene die dat dan een beetje lopen rond te gooien. Het is eigenlijk een beetje de Mr. Beast van Mario. Ja, van het zakken met geld gooien. Oh shit, je mag natuurlijk niet die raken. Pak die muntjes, dames en heren, want die munten hebben we nodig. De munten, de strijd ervoor. Waarom pakt de computer niks op? Ik pak echt alle munten op, wat is dit? Wat is dit? Ze pakken niks op. Ik pak al die munten, jongens. Dit is echt ongelofelijk. Pak die zak met geld. Oh my gosh, ik heb 53 munten. Oh, wat is dit insane. Wow. Hey Joey, welkom. Goedenavond, welkom bij de stream, dames en heren. Welkom. Hey, dit is insane, joh. Maar ja, degene met de meeste muntjes staat vaak bovenaan en wordt ook het snelst gepakt van iedereen. Als er weer een of andere, ja, prinses in dit geval, een bepaalde voorwerp gebruikt op mij, dan ben ik de klos. Dus met alles ben ik de klos, omdat ik bovenaan sta. Dat is gewoon computer gezien. Is dat logisch dan of zo? Dames en heren, we gaan naar ronde 13, dames en heren. Pak allemaal de popcorn bij de hand of een gevulde koek of nootjes met chocolade omheen. We gaan eens kijken. 51 tot de ster. Nou, blijkbaar ben ik helemaal de verkeerde kant op gegaan. Maakt niet uit. Het is voor nu gewoon lekker dobbelen, denk ik. Het is iets zoals het is. Gooi ook een lekker getal, 9. Maar ik dacht dat je ook buizen had. Ik dacht echt serieus dat je ook buizen had in de game. Dat je die kan kopen en dat je dan gelijk geteleporteerd wordt naar een... Was dat niet bij deze? Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgedeld. Ik heb het je verteld, het is allemaal geld. Lucky Shadow. Dankjewel, jongen. Dankjewel voor je primepie met 19 maandjes. Hé, hey, we gaan een ster jatten. Ik heb genoeg munten. Ik heb 50. Ik ben een rijke tata. Een rijke dino in dit geval. Maar bij wie moeten we een ster gaan jatten? Is dat bij Peach? Of is dat bij Daisy? Want ik heb eigenlijk geen voorkeur met haat-liefde relatie. Want dat is er niet. Er is geen haat, er is geen liefde. Dus het is gewoon eigenlijk globaal van wat gaan we kiezen? Wie gaan we kiezen?
Kijk, het meest handige is misschien Peach, want die heeft het meeste geld. En die staat dan automatisch niet meer onder mij. Dat is op zich wel beter, denk ik. Maar Daisy heeft twee van die chomfluitjes. Dus die kan heel vies gaan spelen. Dus ik denk voor nu dat het verstandig is om Daisy te saboteren in dit geval. Ik ga haar munt of haar ster afpakken. En zij gaat het sowieso mijn ster afpakken. Sowieso. 100 kijkers! Hallo, welkom iedereen. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar deze spannende match. Ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Je hebt in ieder geval weer een ster gekregen. Kom jongens! Bam. Je hebt een ster gekregen! Bots! En we gaan weer door en we komen helaas op het rode vakje. Maar dat maakt niet uit, we mogen op dat rode vakje. We hebben een ster gejat. Eerlijk gepakt. We hebben niks gejat, hè? We hebben eerlijk gepakt. We hebben er veel voor ingeleverd. Veel geld voor ingeleverd. Nou, ze gaat natuurlijk weer wat kopen. Want ja, shopaholic, hè? Shopaholic. Koopt een driedubbel-dobbelblok. Een driedubbel... Ik kan hem snel zeggen. Driedubbel-dobbelblok. En ze gaat naar de pijl. Ze is in ieder geval aan de linkerkant. Links. Een beetje midden van het veld. Er zijn maar nog 43 plaatsen voor de ster. De ster ligt echt op een onbekende locatie, voor mijn gevoel. Ik denk dat het chomfluitje zo snel wordt gebruikt. En ik denk nu... Nee, nog steeds niet. Zij gaat strijden. Zij gaat naar links. Ze staat op precies dezelfde plek als de andere prinses. Maar het wordt wel tijd voor een minigame. Let's go! We gaan strijden. Ik ga met Rosalina strijden op het veld tegen de andere prinsessen met de aardbei op de taart. Niet de kers op de taart, maar de aardbei op de taart. Wat moeten we doen? Ik denk dat we een taart moeten pakken. En die taart leggen we neer. En zij legt dan de aardbei erop. Oké, nou, dit is gelijk heel simpel. Het is gewoon een kwestie van timing. Oké, klaar. Daar komt hij. En pak die taart. En gooi neer. En volgende. Lekker dit. Wat is dat? Oh, shit. Shit, oké, wachten. Komt hij? Ja. Oh, nee, dan moet ik wachten. Moet ik altijd... Hij gaat sneller. Lekker bezig. En nu. Nee, oh, dat was mis. Nee, oh, nee, Vince, kom op. Oh, nee. Kom, strijders. Oh, het gaat zo snel dat ik het niet zie. Ik kan weer timer pakken. Oh, nee. Nee, shit. 4-4. Het is gelijk spel. Ik dacht echt dat ik had verloren. Nou ja. Oprecht ook wel leuk dat we gewoon met z'n vieren winnen. Ik bedoel, toch ook leuk. Iedereen krijgt 10 muntjes. Dat is toch prachtig? Een betere verdeling bestaat er niet. 122 ook. Rosalina heeft al 122 munten, hè? Ik dacht dat ik er veel had. Dat is natuurlijk ook best wel gevaarlijk ten opzichte van... Ja, ze kunnen ook bij Boe ook weer een ster jatten. En dat gaat dan voor mij, omdat ik bovenaan sta. 114, we zitten bijna op de helft. Nou, dat gaat de goede kant op. Yoshi is aan de beurt. Wat gaan we doen? Even kijken. 32 tot de ster. We hebben een... we hebben niet zoveel voorwerpen meer. Ik weet wel dat ik de dobbelblok gewoon lekker ga gebruiken. Met 9. Ik gooi echt hoog. De laatste tijd, ik gooi echt heel hoog. We kopen. Voor het idee. Ik denk... Ja, ik vind het ook heel makkelijk. Maar die is ook heel makkelijk. Want die is denk ik beter dan die. Gok ik. Ik koop weer een 3-dubbel dobbelblok. Ja, ik heb geoefend op de naam. Ekel Duto. En we moeten uiteraard weer in de Koopabank weer 3 muntjes inleveren. Degene die op dat Koopabankje komt, die krijgt dus al die 24 muntjes. Gelukkig niet op de Evil Browser vakkie. Nou, 25 tot de ster. Ze wordt 6. Ja, ze gaat naar beneden. Het geluksvakje. Wat krijgt zij? Ze krijgt ook weer een chomfluitje. Tuurlijk krijgt ze een chomfluitje. Er zijn nog geen genoeg chomfluitjes in de game. En zij krijgt weer een chomfluitje. Maar ze moet wel iets weghalen. Ze gaat de ster weghalen. Of hier wat de key. Sorry, de sleutel. Rosalina, wat gaat ze doen? Ze gaat gooien 1. Dat is niet mals. Dat is niet mals. Dat is heel weinig. En Daisy gaat ze nu de chomfluitje gebruiken. Nog steeds niet. Wat voert zij in haar jurk? Ik heb geen idee. Wat voert zij in haar jurk? Ze heeft serieus een zak erbij gekregen dat zij een extra voorwerp in haar inventory kan krijgen, of niet? Volgens mij wel. Ja, Rianne, geef maar de high five. Want we gaan strijden in de minigame voor 4 personen. We gaan namelijk naar de rommelige bovenkamer. Klinkt als mijn hersenen. Daar onthouden we alles hoort. Oh ja, gosh.
Oké, dit had ik vorige keer 100% goed, hè. Ik had dit 100% goed. Oké, Yoshi ei. Oh, banaan. Oh, dit is lastig. Hoedjes daar. Donkey Kong hamer. Groen, geel, rood. Groen, geel, rood. Oh, jongens. Groen, geel, rood. Oké. Groen, geel, rood. Ik weet het nu niet meer, maar groen. Die hoort daar. En dan, die stond volgens mij bovenaan. Ik vind het moeilijk. Deze stond daar. Groen, geel, dan stond de paddenstoel volgens mij hier. Dan stond de kroon daar. En die stond denk ik hier. Ik heb geen idee of dit klopt trouwens. Ik denk het hoor. Groen, geel, rood. Ik denk dat dit bijna wel klopt, joh. Ik ben benieuwd. Alles goed. Had niet verwacht. Ik denk echt, dit gaat me niet lukken. Maar die 10 voorwerpen, dat kan je gewoon onthouden. Dat is mooi. Nou, fijn dit. Weer gewonnen. Weer gewonnen, jongens. Weer gewonnen. Het is goed, het is goed. We blijven gelijk spel. Althans, ik blijf nog steeds op de eerste plek. Ik weet niet voor hoe lang, maar we gaan het allemaal zien. De bordjes worden uiteraard weer doorgedraaid of omgedraaid door meneer Mol. Weet ik veel. Is het een mol? Ik denk dat het een mol is. En Yoshi, wat gaan we doen? 33 tot de ster. Ja, wat is wijsheid? 1. Ja, oké, het is niet anders. Niet heel erg goed, dat vakje, maar... Ja. Ik moet wel wachten tot iemand een ster gaat nemen, denk ik. Want waar is die ster? Ik weet ook niet waar die ster is. Nou, in de boswinkel wordt niks verkocht. Ze komt op het actievakje, daardoor wordt er weer... Oh ja, Montimol was de naam. Apenkop, Montimol. Schattig, hè? Nou, de wegwijzers worden weer gedraaid. Rosalina, ja, het is computerwerk, hè, dus ik kan niks doen nu. Ik kan gewoon toekijken en hopen dat het allemaal goed komt. Ja, de Koopabank. Er worden weer 3 muntjes ingeleverd. Inmiddels 27 muntjes. Dat gaat ook de goede kant op. En de prinses is 1 blokje achter mij, of 1 vakje, 1 rondje, 1 cirkeltje. Er wordt 5 gegooid. Wordt er wat gekocht? Nee, niks gekocht. En het geluksvakje. Dan zullen we hierna, dankjewel voor de follow van DVO. Hallo DVO, dankjewel voor je followtje. Een hoofdsleutel gekregen. Nou, ze moet iets weghalen geloof ik, hè. Want je mag maar 3 objecten in 1 keer. Je zak is niet groter. 2 versus 2, ik strijd tegen Daisy en Rosalina. Dat is mooi. En we gaan bobsleeën. Volgens mij ken ik deze minigame. Dit is een leuke. Dit is zeker een leuke. Slee aanduwen. Oké. En versnellen en sturen. Dit is oprecht wel leuk. Dit is leuk. Maar of ik dit goed ga doen, weet ik niet. We gaan het zien. 3, 2, 1. Komt-ie. Oké. Het record is 1 minuut en 6 seconden. Kijk of dit lukt. Oh. Oh, nee. Oh, niet tegen die muur aan. Ik denk dat dit goed komt. Hoop ik. Oeh, scherp. Scherp bochtje. Ik ben nog steeds vooraan, hoop ik. Door dat ding. Oh! Niet tegen die zijkant, dat is niet lekker. Zijn we al een beetje bij het einde of niet? Volgens mij niet, hè? We zijn nog steeds aan het strijden. Zijn we al vooraan? We zijn nog niet klaar. Dit is een lange match. Dit is zeker een lange match. Nee, shit, dat doe ik! Dat deed ik! Wat een lopen fout, ik ben al dood! En ik span ook niet meer terug. Nou ja, het is niet anders. Ja. Vreselijk dit. Ja, ik herken deze van inderdaad de Mario 64. Ik had kunnen winnen trouwens. Hè. Het was een strijd. Nou ja, geeft niet. Ik heb ooit een record gehaald van 1 minuut en 6 seconden. Maar dat geeft niet. Ja. Ik gun die prinsessen ook gewoon. Dit moet een beetje spannend blijven. Ik kan niet elke minigame winnen natuurlijk. Moet een beetje een 50-50 ideetje worden natuurlijk. We hebben weer gewonnen. Nou ja, eigenlijk niet. Maar ik sta er wel bovenaan. Nog wel. Afkloppen. Zo. Excuus. Ik had even een kikker in mijn keel. Oké. Het zijn 16 vakjes tot de ster.
Ik wil nou even kijken, waar is die ster? Die ster is daar. Dus als ik zo omga... Ja, het zou kunnen, maar volgens mij is het wel extreem veel vakjes. Weet je wat? Ik neem het risico. Ik heb toch twee van die dobbelblokken. We gaan kijken. Ga ik 16 gooien en ga ik dan überhaupt in de buurt komen? 9 is op zich goed. 5. Dit kan hem worden. Dit is hem. Dit is hem. 23. Maar ja, wat is nu handig? Want kan ik die sleutel gebruiken? Daar is het 18. Dan haal ik het nog. Maar dat bordje staat naar links. Dus ik ga nu kijken. Gaat dit lukken, denk je? Ik weet niet of dit lukt. Ik denk het wel, toch? Ik denk dat dit lukt, toch? Oh, dit is een risico voor mij. Maar zou dit kunnen of niet? Ik beland wel op een... Ik weet niet of dit goed gaat komen, denk ik. Volgens mij kom ik bij de ster. Dit is natuurlijk wel hartstikke mooi. Dit is natuurlijk wel een strijder, jongen. Holy moly, we hebben weer een ster. Dames en heren, let u op. Let u op, dames en heren. We hebben weer een sterretje gepakt. Maar ik mag niet te vrolijk worden. Ik mag niet te enthousiast worden en niet te blij. Want het kan nog alle kanten op gaan. En nou ja, het is in ieder geval fijn om een sterretje voor te hebben. Ze gaat wel weer staan op een plekje waar ik zoiets heb van... Daar gaat die prinses dadelijk van snoepen. Sowieso, daar gaat die prinses van snoepen. Het assortiment is bijgewerkt. De buis. We hebben nu eindelijk een gouden buis gekregen. We hebben het assortiment aangepast. En het kost allemaal veel munten, ik weet het. Het kost allemaal veel munten. Maar dat geeft niet. We hebben de gouden buis, dames en heren. Ga de strijd aan in de minigame waar munten van iedereen op het spel staan. Je krijgt munten afhankelijk van op welke plaats je eindigt. Allereerst krijgt Yoshi 3 munten voor het stoppen op het vakkie. Nu moet er bepaald worden hoeveel munten jullie inleggen. Oh, ik hoop heel hoog. 10, dat is niet veel. Dat is echt heel, heel weinig. Maar ja, als je die munten krijgt, hebben we toch 40 erbij. En dat is wel weer goed voor de munten vooraan. Nou, we gaan eens kijken welke minigame het gaat worden vandaag. Welke gaan wij spelen? De postboden in paniek. Zo heet de minigame, dames en heren. Wat gaan we doen? We gaan brieven... Even kijken wat we moeten doen. Moeten we brieven bezorgen naar... Oh, we moeten brieven aan die vent bezorgen. Aan de Shy Guy, dames en heren. Oké, nou, dit vind ik geen leuke minigame. Hey, Zakenjaks, welkom. Dit vind ik geen leuke minigame, maar we gaan het toch doen, want we moeten het doen. Hier, meneer de brievenbus, meneer postbode. Oh shit, dat was snel, zeg ik dat? Nee, brieven, kom op. Ik heb meer brieven, kom op. Nee, kom op. Brieven, meneer. Een hartje, heeft meer punten waard. Ja. Ga ik binnen, jongens. Ziet er wel goed uit, hè? Hartje moet pakken. Hartje, nee! Oeh, maar dit zijn 10 brieven. Dit is confetti-kanonnetje, hoor. Ik had eigenlijk meer munten willen inzetten, maar ja, weet je... 10 is beter dan niks. Geef maar die muntjes. 28 muntjes. Nou, ik heb allemaal die gouden buis weer terugverdiend, dames en heren. Hé, hey, Aster, welkom bij de stream en welkom bij een stevig potje Super Mario Super Party. We hebben inmiddels 3 sterren. Het gaat de goede kant op. Strijd tegen de prinsessen. En wat gaat zij doen? Ze gaat de doppelblok gebruiken. Want ze moet nog 4... Ze moet nog 4 tot het vakje. Kom op, man. Dan ga je toch geen doppelblok gebruiken? Nou ja, ze heeft 16. Als ze het nou niet haalt, weet ik het ook niet. Ja, en nu? Wat is ze aan het doen, joh? Zij gaat de gouden buis kopen, hè? Zij gaat de gouden buis kopen, toch? Het verborgen blokkaart. Oeh. Dat is een risicootje. Dat is oprecht is dat ook een beetje, ja, een risicootje. Nou, dan komen die Monty Mol weer. Die draaien de bordjes weer om voor de 30ste keer inmiddels. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben 1 taak, ze hebben 1 hobby. Maakt niet uit. Het gaat goed hier, Sakinox. Hoe gaat het met jou? Zij gaat de geluksdobbelblok inzetten. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar wilden ze 2 gooien. Ik snap niet waarom. Om op het voorwerpvakje te komen. Jongen. Die prinsessen, ja, maar dit is grappig. Die prinsessen doen nu alsof ze echt er niks van bakken. Maar aan het einde gaan ze strijden. Nee, Sharon, welkom. Aan het einde gaan ze mij inmaken, jongen. Dan gaan ze echt haat op mij. Oké, wat gaat zij krijgen? Zij ontvangt ook nog weer een geluksdobbelblok. Geloof me, er worden dobbelblokken uitgegeven hier. Dat is niet normaal. Maar ze moet wel de sleutel inleveren, ja. Al die bonussterren, dat is niet normaal, bastaardvloek.
gaat strijden tegen Peach. Was het Peach? Ik denk dat het Peach was. In de minigame genaamd Klapband. Jawel, we hebben een klapband. En dit is wel schattig weer. Dit is wel schattig. We moeten besturen, versnellen en vertragen. Nou ja. En ze mag mij niet raken. Dus je moet versnellen en zij heeft van die spikes. En geloof me, als je ja, haar raakt, dan ben je dus de klos. Dan ben je dood. Nou. Ja, je kan die gouden pijp gebruiken. Zeker, dat ga ik ook gelijk doen. Dat liedje ook zo super droog. Nee. Scroll naar me toe. Het is ongelooflijk. Dit is... Wat een strijder, die Daisy. Holy shit. Kijk nou uit wat je doet. Niet daar. Oh, hoe lang duurt het dan ook? Nee. We hebben gewonnen. Yes. Oké, ik ben op zich wel een beetje trots op de prinses. Ik was misschien een beetje kieskeurig. Ik ben oprecht wel een beetje blij met de prinsessen. Oké. Ze spelen niet goed en ze verdedigen mij ook nog. Dat maakt niet vaak mee als computer zijnde. Oké, nou, nog steeds bovenaan. Nog steeds afkloppen natuurlijk, dankjewel. En we gaan snel die gouden buis inschakelen om die laatste ster voor Rosalien te jatten. Of was het Peach of was het Daisy? Nou, één van die prinsessen. Zijn we er klaar voor? Ronde 17, dames en heren. Dit is wel echt heel gemeen wat ik nu doe. Maar het is ja, ik moet dit doen. Dit is gewoon mijn... Mijn taak, mijn dagtaak, mijn weektaak, mijn maandtaak. De gouden buis, dames en heren. Daisy was het, dankjewel, Aapkop. Ja, die weet al die prinsessen bij naam te noemen. En ook nog 10 gooien, het is ongelooflijk. Nou, Yoshi is terug. De anderen kunnen je niet bijhouden. Gaan we sterk op 20ste. Het is ook maar 20 punten. Het is mijn burgerplicht, inderdaad, Aapkop. Het is mijn recht en mijn burgerplicht. Je hebt een ster gekregen. Dames en heren, sterretje nummer 4. Gaan we daar een... Daar doen we even een explosie voor, zonder geluid. De plek van de volgende ster. Waar gaat de Toadette heen? We gaan eens kijken. Waar gaat ze naartoe? Oh, dat is echt gewoon maar 2 meter verder. Maar dat geeft niet. Ik ben benieuwd wie daar in de buurt zit. Eigenlijk bijna niemand. Alhoewel... Nou ja. Gaan we inleveren bij de Koopabank. Dat voor de medewerking gaat gedaan. En we krijgen ook nog muntjes toe. Omdat we op een blauwe vakje komen. Peach, die gaat denk ik wel... Ja, die gaat hem denk ik halen. En wat... Oh shit. Laten ze hem pakken of niet? Munten, oké. Het is zeg maar 50-50. Of munten of de ster. Hey, zuipschutter. Ja, welkom. Ja, het is lang geleden dat we die game hebben opgestart. Hè. Het is eigenlijk een beetje... Ja, we waren vanmiddag aan het streamen met Euro Truck Simulator. Het was super gezellig. En toen vroeg ik van, wat gaan we spelen? En toen zei één iemand, zei... Mario Party. En ik dacht van... Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Lekker spontaan. Ja. Dus vandaar dat ik de keuze heb gedaan om dat te spelen. En dit is tevens ook een YouTube-video. Dus iedereen die nu lekker zegt, even gedacht tegen YouTube. Dat staat allemaal hier in chat. Goedenavond. Oké, we gaan... Daisy is er ook. En Daisy gaat... Ze gaat het chomfluitje gebruiken. Dat is voor mij een voordeel. En voor haar ook natuurlijk. Voor YouTube, kijk eens. Leuk joh. Even een kleine begroeting van Boersien en 5 Winos. Gedacht tegen YouTube. Ja, zeg eens gedacht. Ja. Scherp, Apenkop. Hey, Coolstone, welkom. Oké, dit is een vreselijke locatie. Dat zeg ik eerlijk. Het chompfluitje is goed gebruikt, denk ik. Heel scherp. Zo scherp als sambal. In de zomermaand. Nou, we gaan strijden. Een minigame voor 4. Ja, eigenlijk tegen 4 zou het moeten staan, maar het staat voor 4. Een commotie om een kiekje. Wat gaan we doen? Oefenen. Hé, dit ken ik wel. Kijk, ik kan ze plat maken. Hoppakee. Hé, weg jongens. Ik wil op de foto. Dit had wel perfect geweest trouwens. Serieus, dit had perfect geweest. Als dit serieus niet een demo of een testversie was... Hey, hallo dames en heren. Ik ben Yoshi en... Hopper. Yoshi. Hey, meiden. Even wachten. Shit, ik sta er niet op. Of wel? Oh, wat staat ze er cute op. Ja. Sambal is niet scherp. Nou, ik kan daar niet zo heel goed tegen, hoor. Vorige keer weer Maleisisch geëet. Gegeten. Ja hoor, gegeten.
En toen waren er allemaal van die hele kleine rode spikkels zaten op het vlees. Dan weet ik alweer hoe laat het is. Dan zit ik verdorie weer hele... Als ik dan naar de wc ga, dan schieten de vlammen schieten eruit. Ja, ik weet hoe dat gaat. Die kleine smerige, kleine rode spikkeltjes op het vlees. Nou, dan weet ik al hoe laat het is. Oké. Okay. 26 tot de ster. We kijken even naar de voorwerpen. Welke voorwerpen hebben we? We hebben nog 1 driedubbelblok. Is het handig om die te gebruiken? De kans dat ik 26 gooi is niet heel erg groot. Dus ik denk dat ik nu even het ga besparen en hopelijk iets hoger gooi dan, ja, 3. Het is wel weer op het teleurstellende blokje. Nou ja, Daisy, of ik bedoel, Peach gaat voor, oh nee, wat koopt hij nou? Weer zo'n blok. Och, die blijft blokken kopen, jongens. Die blijft blokken kopen, het is ongelooflijk. Shoppaholic dametje, jongen. Echte shoppaholic. En nu komt daar waarschijnlijk een ster uit. Ja, lekker voor je. Ze heeft 80 munten besteed aan een paar muntjes. Oké. Ja, ze gaan me telkens pakken, zuipschutter. We gaan het zien. Wat gaat zij kopen? Zij gaat er ook één halen, maar... Vandaag of morgen zit daar zit een ster in, hè? Het is niet alleen maar muntjes, want prima als scheepsrecht. Ik weet zeker dat daar gewoon een freaking ster in zit, in dat blokkie. Dat kan niet anders. Nou ja, dan wordt het haar eerste ster en ze heeft 112 munten. Dus het wordt misschien ook tijd voor haar om een ster te krijgen. Maar we gaan het zien. We gaan het zien wat zij dadelijk gaat pakken als zij dat ding gaat openen. We gaan het meemaken. Want Peach heeft ook nog zo'n blok, geloof ik, als ik het zie. Nou ja, we gaan het zien. En gaat zij dat nu ook gebruiken? Ze gaat het niet gebruiken. Ze denkt van, ik bewaar die dobbelblokjes voor later. Oké, de blokken worden weer opnieuw, de borden worden omgedraaid. We gaan snel door naar de volgende ronde dadelijk. Maar eerst nog de minigame voordat we naar 19 gaan. Dit worden, dames en heren, strijden, dames en heren. Ik tegen alle drie de prinsensies. We gaan touw trekken. Tegen die prinsensies. Oké, draaien aan de touwdrenk. Gebruik bij het spelen niet je handpalm of andere plekken waar de huid gevoelig is. Nou, dat komt wel goed hoor. Dat komt wel goed. Ik gebruik mijn vingertoppen. Ze gaan niet zeuren. En je mag je handpalm niet gebruiken. Nou, dat bepaal ik zelf wel. En ik zit ook in een Bowser-vakje. Ik zie er ook gewoon heel schattig uit nu gewoon. Ik vind oprecht, als ik in zo'n Bowser-pakje zit, dan ben ik... Nog kroelbaarder dan Yoshi standaard, vind je niet? Dus je geeft 40 munten uit om een ster te kunnen krijgen die 20 munten kost. Ja, eigenlijk, het is een gokspelletje eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Nou ja, we gaan eens kijken. Want ronde 19, we gaan weer beginnen. En ik sta op een rood vakkie. En ik moet 23... Och, dit is veel. Ja, ik durf het risico niet te nemen om dan... Ja, ik ga toch maar gewoon normaal dobbelen. En ik gooi niet zo hoog. Ik heb een hoogtepunt al gehaald, volgens mij. Maar we gaan gewoon even wat munten pakken, joh. We gaan even rustig aan. Een beetje tactiek is dit, hè? Ja, Yoshi is inderdaad wel super cute. Ze gaat nu kijken. Ik denk dat hier wel een sterretje in gaat zitten, hoor. Daar komt hij. Wordt het een bom? Wordt het een bom? Het is toch geniaal? Oh my gosh. Ze hebben al 4 van die blokken gekocht. Het is echt ongelooflijk. En nergens zat een ster in. Oké, ze gaat het nog een keer... Of ze gaat in ieder geval... Nou, hier moet hij toch wel in zitten, toch? Ja, zie je, het kan eigenlijk bijna niet anders, toch? Ik had echt wel verbaasd geweest dat daar geen ster in zat. En ik gun het Rosalina ook. Weet je, ik gun het haar. Maar dan moet ze nu niet die andere ster gaan pakken, natuurlijk. En ze is wel op weg daar naartoe. Shit! Ze is op weg daar naartoe. Oké, nu hoop ik dat Daisy slim is... En dat Daisy met haar chompfluit de ster voor haar wegkaapt. Althans, dat zij dan zeg maar ervoor zorgt dat de ster verandert. Maar dat weet ik niet of dat gaat gebeuren. We gaan het zien. Geluksvakje. Voor Daisy. Ze gaat 20 muntjes krijgen. Nou, dat is prima. Ik vind het prima. Ik ga akkoord. Ik vind het prima. De minigame, dames en heren, voor ronde 19. Dan hebben we nog maar 10 rondes te gaan. En dan zijn we klaar met deze enorme grote game. Skippy botsen. Ja, en dit is leuk. Want je moet dus zeg maar... Je kan op elkaar springen. Maar er verdwijnen ook vakjes. Je gaat het allemaal zien. Je gaat het allemaal zien. Het komt allemaal goed. Let's go.
Je moet elkaar eraf beuken, hè? That's how we do it. Ja, lekker in Nederlands, maar dat is ook leuk, man. Beuken zal je hoppa. Lekker, man. Flink beuken en dan beuken we al die prinsesjes van de rand af. Heerlijk. Ik vind het lekker, man. Geeft toch een soort van een dino-kick, hè, in dit geval. Echt een dino-kick. Nou, dan komt die Monty Mol weer. Echt, die vent. Ga lekker een boekje lezen. Wat doet die man de hele dag? Bordjes omdraaien. Nou ja, prima. Als het zijn hobby is, dan laat ik hem lekker in zijn waarde. We gaan naar ronde 20, dames en heren. Ronde 20. Ik heb, wist je trouwens, dit is een Mario-snor. Ja, ik zie het nu pas. It's me. Ja, toch, eigenlijk die rode, dat is een beetje een Mario-snor zo, toch? Zal dit echt serieus van een Mario-snor zijn? Dat zou best kunnen, toch? Nou ja, wat gaan we doen? Ik wil het risico nemen. Het is al een risico, hè? Ik bedoel, ja, 18. We gaan het proberen, ja? 5 is niet hoog. 8 is redelijk. 3 wordt het. Oeh, 16, jongens. Oh, wat is dit? Ja, dit is zonde, maar ik ga wel een gouden buis kopen. Ik krijg het heen en weer. Ik ga gewoon voor die gouden buis. Sowieso. Want we moeten en zullen. En we moeten gewoon niet een record gaan halen, maar we gaan gewoon zoveel mogelijk in de wacht slepen. Ja, ik wil die kant op. Ik ga het proberen. Ik ga het gewoon proberen. Want rechts, daar is de ster. Maar ja, we gaan het zien. 8. Zij gaat daar naartoe, oké. Okay. Rosalina. Pa-ba-da-ba-da-pa-pa. Heeft nog iemand wel het chomfluitje? Dus als Daisy of Peach het in haar bolle kop haalt om die te gebruiken, dan zou ik wel een klein beetje huilen van binnen. Maar op zich, ik sta voor, hè, dat maakt niet uit. Oké, Daisy, gaat ze het voorwerp gebruiken? Nee, Daisy gebruikt het niet. Oké, dat is apart. Maar wat gaat Peach doen dadelijk? Maakt niet uit, we hebben een bonus game. Met keer 2 munten. Ja, het wordt inderdaad weer anders apenkop. Dus dat is wel heel, dat is wel minder, ja, dat is wel minder. Hoi of Roy? Ja, we moeten dus munten gaan halen. En je moet uitkijken voor die bloemen. Die hebben allemaal van die... ja, wat zijn het eigenlijk? Van die bolletjes met spikes eraan. Raak het gewoon niet aan, klaar. Zijn we het klaar voor? Want, dames en heren. Weet je wat ik trouwens wel echt intens hard hoop? Als er een nieuwe Switch komt. Dat we dan zeg maar een soort van... dat we een nieuwe Mario krijgen voor de Switch 2. Het zal waarschijnlijk geen Switch 2 gaan eten, natuurlijk. Oké. Okay. Gewonnen, 15 munten. Dat was een mooie cutscene, ja. Dat vond ik ook. Dat viel me ook op, Apenkop. Dat viel mij ook op. Eigenlijk zijn er geen verliezers, hè, bij dit. Er zijn geen verliezers. Hoppakee. Ja. Bordje wordt omgedraaid. Dat is niet gunstig voor mij natuurlijk. Alhoewel, als ik die route neem, kan ik wel zeg maar voor heel veel munten bij Boo een ster afjatten van iemand. Dus het is zeg maar nu wel het idee. Ja, wat gaan we doen? Ik ga dobbelen. En ook al is het misschien niet de goede kant op. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Geef geen... Maakt allemaal niet uit. Bam, 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 bam. Ja, we hebben de gouden buis weer. Dus dat, maar die ga ik nog niet gebruiken. Dat vind ik zonde. En waarom? Die tactiek zal ik je zo vertellen. Ik heb namelijk bewust dit gedaan. Let maar eens op wat er daar gaat gebeuren. Ik hoop dat het goed gaat komen. Maar dat gaat goed komen. Let maar op. Zij gaat een buis kopen. Denk ik. Of niet?
Ja, ze gaat de buis kopen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk gaat ze die gebruiken in de volgende ronde. En dat mag ze ook gaan doen. Ik heb een andere tactiek. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ga namelijk in de volgende ronde richting de spook. En als ik naar de spook in ga, dan ga ik een ster afjatten van iemand. De volgende ronde gebruik ik de gouden buis. Dat betekent 2 sterren. Oké. Okay. Dit is leuk. We moeten ervoor zorgen dat zij dus in het licht komt. En als er 3 lampen op haar schijnen, dan hebben wij haar gepakt als een of andere misdadiger, als een of andere boef. Gewoon boef, man. Nou, let op, hè. Wel alle 3 de lampen bij elkaar, lieve schatten. Ja, oeh. Dat was close. Dat was... Ja, oeh, ze is onder water. Dat is niet handig. Ja, ja, we hebben er. Yes. Lekker bezig, prinses. Ik had niet verwacht dat ik zo goed met jullie zou samenwerken. Dat gebeurt niet vaak, dat prinsessen zo behulpzaam zijn tijdens een match. Dat heb ik niet vaak gehad in Mario. Dus dit is wel goed. Ik heb niet mega veel munten vergeleken met mevrouw... Daisy? Was het Daisy? Ik weet het niet meer. Oké, we gaan door. We strijden door. Ik denk dat... Dat Peach, die gaat sowieso die ster pakken. Maar wij gaan, denk ik, een voorwerp gebruiken. En ik wil eigenlijk gewoon naar 10. Ik weet niet waar ik terecht kom, maar ik neem gewoon een risicootje. Het maakt allemaal niet uit, joh. Ik had eigenlijk 11 willen halen, had ik de jackpot gekregen. Nou, zij gaat sowieso nu... Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ze pakt de ster gewoon niet. Wat erg. Ik dacht, die pakt die ster. Wat erg. Oh. Maar ja, zij is wel slim, want in de volgende ronde draaien die bordjes om en dan kan ze wel de ster pakken. Dus... Tenzij zij natuurlijk de ster gaat kapen voor haar. Wat erg. Ze heeft nu de 2e ster, dames en heren. Het scheelt ook maar 2 sterren met mij, hè. Dus ik moet daar een beetje voor uitkijken. Vandaar dat ik naar King Boo ga om de ster van haar af te jatten. Dat is beter. Ik probeer even een plannetje te maken, hè, voor deze match. Je hebt de ster gekregen. Hartstikke fijn. De plek van de volgende ster. Waar is die? Plan. Ik heb een heel goed plannetje, Sakinax. Ik heb... Oh, een intens smerig plannetje heb ik. Hoe moeilijk hebben de CPU staan? Heel moeilijk. Nee, gewoon normaal. Maar normaal is vaak ook best wel lastig. Smerige plannetjes hou ik van. Ja, ik ook. Hé, we gaan naar een Koepenbank. Heeft zij nou serieus alle munten gekregen? Zij krijgt ook gewoon alle munten. Oké, dit wordt het moment dat zij dus ineens door de computer heel veel geluk krijgt. Dit zit er dik aan te komen. Dit is altijd zo in elke match. Maar dat geeft niet. Dat geeft allemaal niet. Het gaat goed komen. Zij gaat een buis kopen, denk ik. Ja, wist ik. Dat wist ik. Hey, Mr. Dutch Fox, jongen. Dankjewel. Hallo allemaal. Dankjewel, jongen, voor je 45 maandjes, jongen. Welkom bij de Mario Party stream. We zijn dik aan het strijden met een 30 ronde minigame. Of 30, het zijn er 30. Bijvangst. Als je nu eerst de gouden buis gebruikt, dan kun je daarna in weinig stappen naar Boe. Oh, oké. Okay. Oh, dit vind ik een leuke minigame. Het is een hele trage minigame, maar wel een hele leuke. Oké, daar gaan we. Zij krijgt 2 fruitjes. Nou, wat krijgt zij? De Rosalina, die gaat dan ook eventjes. Die doet bescheiden 1. Je moet eigenlijk tellen, hè, wat uitkomt. Ik ga voor 2. En wanneer is het einde? Oh ja, je mag die bijen-ding mag je niet pakken, hè? Oh, shit. Oh, die bijenkorf is niet voor mij, want je moet 1 of 2 doen. Oh, zij gaat... Oké, zij gaat af. Zij gaat af. Het maakt niet uit of je 1 of 2 gooit, meid. Nou, zij is klaar. Dan ga ik. 2. Je moet eigenlijk tellen, hè? Maar ja, je weet niet wat hun doen. Hun kunnen ook 2 doen, hè? En we staan ervoor in de rij, hè? Super droog. Hey, dankjewel trouwens, Mr. Dutch Fox. Voor jou is dit mooie getal weer afgerond tot een nulletje. Dankjewel, jongen. Ik denk dat dit goed gaat komen. Nee! Oh, wat een smerige 5!
Wijfie. Wat een smerig wijfie. Ja, zonde dit. We zijn met elkaar een beetje aan het strijden. Dat heb ik al door nu. Dat heb ik alweer door nu. Twee. Even een lekker twee. Je moet wel echt tellen. Ja, weet ik. Nou ja, maakt niet uit. Geen zin in. Nou, doet zij één en dan is ze gewonnen. Ja, slim. Helaas. Hele trage minigame dit, hè? Ik denk, dit is wel een van de traagste minigames van de hele game, denk ik. Nou, Daisy, hartstikke leuk, wijfie. Hartstikke leuk. Nou, Daisy mag weer met de trofee naar huis voor de meeste bijenkorven ontweken. Nou, dit ziet er goed uit. Qua score is nog steeds bovenaan. We gaan eens kijken wat er gaat gebeuren. De bordjes worden omgedraaid. We moeten kijken waar het is dan. Ik zie het trouwens. Ik moet inderdaad de gouden buis gebruiken nu. Ik moet die gouden buis, want dit is ook wel heel zielig dat de ster één vakje voor mij staat. Ja. Ja, ik ga die gouden buis gebruiken. Het is misschien niet heel handig, maar ook wel, omdat we dus bij King Boo aankomen dadelijk. Maar dan moet ik nu gewoon heel veel gooien. Dobbelblok. Oké, gooi iets hoogs. We gaan gewoon waarschijnlijk twee sterren pakken in één keer. In één set gewoon. In één set. Oké. Je hebt een ster gekregen. Is dit een confettetje? Klein confettetje. Waar gaat ze heen? Toadette gaat dus naar... Oké. Is een niet zo'n hele leuke plek voor mij dan. Het is niet heel dichtbij. Oké, we gaan door. Nou, we moeten wel weer 3 muntjes leveren, maar... Daar komt hij. Let op. King Boo. We gaan de munten jatten. Het zijn er 50. Ik ben slim als ik het van haar doe. Dus ik ga sowieso van haar een sterretje pakken. Ja. Dat zou denk ik iedereen doen. Dames en heren, ik denk dat dit goed voelt. Ik weet niet of hun nog mij kunnen inmaken, maar... Er kan nog van alles gebeuren, dus ik ga het nog niet opgeven. Maar dit is wel weer heel goed. Bam. Ik heb wel de minste munten van iedereen. Dat is wel een beetje jammer, maar ja. Er worden weer munten ingeleverd bij de Koopabank. Elke keer als je langskomt moet je betalen. Het is eigenlijk een soort tol betalen. Je speelt op de Switch, want het spel is eigenlijk alleen maar op de Switch. Ja, of je moet de oude Mario games spelen natuurlijk. En hees ik. Nou... En Cynthia Verlino! Dankjewel voor je service! Dames en heren, let u op. Oké, goed. Dankjewel voor je... 23 maandjes. Ja, niet normaal, Sakinox. Ongelooflijk, dankjewel zeg. Mag ik wat hartjes en liefde in de chat? Klaas-Jan, goed voorbeeld, Floor ook. Die hartjes zien er altijd goed uit. Ze gaat een geluksdobbelblok gebruiken. Ik weet niet waarom zij nu de gouden buis niet gebruikt. Dat mag ook, Sakinax. Dat mag ook. Heeft zij toevallig een sleutel? Volgens mij niet, toch? Nee, ze heeft geen sleutel. Waarom ze dan dat pad kiest, weet ik niet. Maar ook, dat zal mij liggen. Zal goed komen. We gaan strijden. 2 versus 2 in de minigame genaamd. Daar komt hij. De railrace. Klinkt leuk. De railrace. Oké, ja, we moeten dus gewicht verplaatsen. En we kunnen versnellen en afremmen. Ik vind het een moeilijke minigame, ik zweer het. Ik ga niet oefenen, maar ik vind hem wel pittig. Oké, let's go. In de mijn, dames en heren. Zijn we klaar voor? 3, 2, 1 en go! Jongens, go! Niet te snel door de bocht. Gaan ze max? Gaan hun max? Meen niet. Dan moet ik harder gaan. Ik ben bang dat ik ons spoor namelijk, snap je?
gaan verliezen! We gaan verliezen! Nee! Shit. Ik was heel bang dat we juist... Ik dacht juist in die bochten gaan we crashen, weet je wel. Omdat je dan te hard gaat. Maar helaas. Nou, maakt niet uit. Ik gun het hun ook. Okay, ik heb wel de munten nodig, dat zeg ik eerlijk. Ik kan nou eigenlijk heel weinig kopen en gebruiken. En nou, je snapt wat ik bedoel. Ik heb in ieder geval 25 munten nodig om eventueel een gouden buis te kunnen kopen bij mijn winkel. Dus dat hoop ik nog wel te halen. Hoop ik. Yoshi, en dan niet meer op die rode blokjes landen alsjeblieft. Kom op. 9, dat klinkt goed. Hopelijk landen we op een goed blok. Nee. Oh, ik kan die gouden buis net niet kopen. Ah. Wat verdorie. Ja, dat is zonde. Ik had eigenlijk de minigame moeten winnen. Dan had ik dat kunnen kopen. Nou, we leveren ook weer 3 munten in, natuurlijk. En gelukkig land ik niet op het rode vakje. Maar ja, dat maakt het spannend, sowieso. Zeker, Zuip. Zij gaat voor de 3 dubbelblok. Wat gebeurt er? Oké, ik weet niet wat ze had gedaan, maar... Ze kreeg nog extra munt of zo. En ze gaat er ook voor zorgen dat die... bordjes worden omgedraaid, wat ook heel random is of zo. Ik weet niet waarom, maar het zal wel voordelen hebben voor haar dan of zo. Ik heb geen idee. Ik heb geen, oprecht geen idee. Ja, dames en heren, nog karma. Nog 6 rondes hierna. Rosaline is aan de beurt. Wat gaat ze doen? Ze gaat geen voorwerp gebruiken. Ondanks dat ze ook gewoon een geluksdobbelblok heeft. En ze gaat waarschijnlijk gouden buis kopen. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Vertentie! Daisy is aan de beurt. Wat gaat Daisy doen? Dat vind ik de leukste sticker. Oh nee. Och, ik was alweer bijna zoiets van... Nou, ik gun het haar wel. Ze heeft nog 0 sterren. Dus op zich is dat... Gun ik het haar, zeker. Hé, hey, welkom terug, zakje Nux. We gaan eens kijken. Verstoppertje. Dat is de volgende minigame. En deze heb ik altijd een beetje moeite mee. Oprecht, ik heb hier altijd moeite mee. We gunnen niemand iets. Alles voor onszelf, inderdaad. Zo hoort het, hè, Sakinas. Oké, ik kan me op zich al goed verstoppen. Maar ik vind hem altijd moeilijk. Oké, ik zit ergens achter een struik, geloof ik. Wat gaat ze doen? Nee! Ik zei het toch, ik snap niks van die minigame. Ik snap er echt geen reet van. Het lukt mij nooit om te verstoppen. Het lukt mij nooit. Ik snap nooit wat van die game of zo. Ja, we zitten achter het kabouterplophuisje of zitten ze achter de... Oh, helaas. Goedenavond, Knarf. Welkom. Je moet de richting kiezen. Ja, het is net zoiets als plassen. Je moet de richting kiezen, ja. Anders zit je naast de wc natuurlijk. Hé, hey, Daniela. Maar de stand blijft gelijk. Dat is mooi. Alleen ik heb geen munten gekregen. Dat is jammer. Want die munten hebben we nodig om natuurlijk zo'n gouden buis nog te kunnen pakken. Want als ik nog even een extra buisje heb. Of een extra sterretje in de wacht kan slepen. Dan weet ik 100% zeker dat ik gewoon heb gewonnen met de game. Maar 10. Dat is een goed getal. Dat is een hoog getal ook. Even kijken. Waar gaan wij precies naartoe? We gaan... ja, ik wil daar eigenlijk niet naartoe. Waarom niet? Het probleem is, ik kom langs een winkel. En hij verkoopt natuurlijk die buizen. Dus wat ik nu ga doen is deze kant op. Helaas weer op zo'n rood ding wat kloot is. Want ik heb munten nodig. En zo lukt het niet om munten te krijgen. Dat weet ik. Helemaal kloten. Maar we gaan een rondje. Zodat ik... Zuipschutter, 7 mandjes. Daar is die. Dames en heren. En Pepe. Bedankt voor je soepje. Dankjewel, Zuipschutter. Dan ben ik van de reclame af. Dan ben je van de reclame af. Dankjewel voor je sumpie, jongen. Dankjewel voor je steun. Wordt ontzettend gewaardeerd. We hebben helaas een mooi getal niet meer. Maar een cijfer wat nog meer gewaardeerd wordt natuurlijk. Nou, ze gaat een sterretje pakken. Dan heeft ze toch weer 2 sterren. Hè? Zij is goed bezig. Zij is goed bezig. Je hebt een ster gekregen. Elmo vindt dit niet leuk. Nou, het is prima. Het komt goed. Het komt allemaal goed. Maar Toadette komt dus daar. Zij komt daar. En wij moeten helemaal naar links. Zij zit natuurlijk verschrikkelijk. Zij zit weer op een verschrikkelijke locatie.
Nou, welkom bij de Koepenbank. Peeën moet je peeën. Lekker peeën. Nou, ze hebben allemaal zo'n buis tot hun beschikking. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, iedereen heeft zo'n buis, behalve ik. En ik heb munten nodig. En zij krijgen ook weer een dubbelblok. Och, man, man, man. Ja, de computer deelt nu allemaal leuke dingetjes uit aan de concurrent. Of in ieder geval aan de computer. Zij gaat de dubbelblok gebruiken. Ik weet ook niet waarom ze de buis niet gebruikt. Maar goed, dat zal mij liggen. 4, 6 is 10. En daarbij 19. Ja, Mammot, het gaat snel, hè. Het gaat snel. Als je even niet oplet. De sterren vliegen om je oren. Althans, om Yoshi zijn oren. Het heeft een driedubbel dubbelblok gekocht. En het kan ook zijn trouwens dat de buizen uitverkocht zijn. Want op een gegeven moment als je te veel koopt, dan kan je niet meer kopen bij Toadette. Of Toad. Toadette? Toad bij Toad. Ja hoor, die krijgt ook nog een gouden buis extra. Tuurlijk, tuurlijk. Ja hoor. Die krijgt 2 gouden buizen. Het is ongelooflijk. Nou, daar gaan we. Wij hebben het Tackle Trio. Wat moeten we doen? Hallo? Wat is het Tackle Trio? Oh, dat was het. Maar moet ik niet terug tackelen? Oh, dat is het. Ik moet gewoon naar de andere kant toe. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Hoop ik. Shit! Dat was echt pittig. Dat was echt pittig. Weer geen munten. Of victory. Ik kom echt nooit meer. Ik win geen 1 minigame meer gewoon nu. Ik begin ook al een beetje mijn fluiten naar te gooien of zo. Godverdorie. Nou. Ja, toen 30 geen mijn ster. Ja, dit klopt. Ik was even met de namen in de war. Oké. Nog 5 rondes. Dat betekent dat waarschijnlijk de vakjes worden veranderd. Op de eerste plaats staat Yoshi. Rosalie heeft de tweede plaats. De derde plaats is voor Peach. En op de vierde staat Daisy. Iedereen doet zijn uiterste best. Het is zo spannend. Ik kan eigenlijk haast niet kijken. Maar wie zal er winnen? We vragen onze bondcorrespondent om een voorspelling. Willen jullie een groot applaus geven in de streamchat? Want hier is de enige echte Monty Mol. Ja, goeiedag jongens. Ik denk dat deze gaat winnen. Zo, dat moet ik niet te lang doen, die stem. Natuurlijk krijgt ze ook de 20ste buis weer. Yo, die meid heeft 3 gouden buizen. Die meid kan gewoon nog 3 sterren, je had er al. Nou, het wordt uitgelegd, het bord wordt moeilijker. Maar we gaan eens kijken. Even goed dobbelen. Weer 10? Wat heb ik met 10? Dan kom ik weer langs de winkel. Of dan moet ik weer een rondje. Als er 2 of meer spelers op hetzelfde vakje terechtkomen, volgt er een duel, dames en heren. We hebben ons eerste duel. Kies hoeveel munten je wil inleggen. Allemaal. Alle munten. Zeker. Oké. Okay. Dit wordt een strijd tegen elkaar. We hebben allemaal 2. Nu moet ik winnen. Nu moet ik winnen. Oké. Okay. 40 munten. Iedereen klaar? Start. Er zal een minigame komen, dames en heren. En de minigame. Wat moeten we doen? Wow, ik ken deze niet. Oké, okay, we moeten dus bewegen. En ik denk dat we die dingen moeten... Ja, die moeten we ontwijken. Ja, dit moeten we allemaal ontwijken. Oké, okay, ik snap hem. En dus zo snel mogelijk naar rechts. Ja. Nou, dit wordt een... ja, dit wordt een strijd. Dit wordt een spannend iets, denk ik. Dames en heren, welkom bij de strijd tegen de... Ja, de 40 munten. En ik moet deze winnen. Om zo snel mogelijk... ja. Oh, chips. Zijn er ook even... Dat raakt? Ja. Zijn het voor rotstenen, joh? Oh, chips. Oh, daar ga ik nooit tussen kunnen, toch? Oh, shit. Nee. Nee, 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 nee. Oh, het is bijna gelijkstand. Oh, oh, oh. Oh, ja, 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 ja. Oké. Okay. Wie is als eerst? Wie is als eerst? Dit meen je niet. Dit was zo spannend. Oh my gosh. Dit was echt een risico, jongen. Zij heeft nog genoeg munten, daar niet van. Maar voor mij was het wel even handig om gewoon dat te hebben, zeg maar. Oh. Schiet een ballon kapot. Moet dat? Dat is zielig.
Nou. Ook gewoon de eerste, echt heel zielig. Ik had eigenlijk die tweede willen hebben, maar goed, maakt niet uit. Oké. Nou, we gaan verder. We krijgen een paddenstoeltje. Nou, dat voegt toch weer 5 toe aan de worp. Dus die ga ik, sowieso graag gebruiken. Peach is aan de beurt. Die zou toch wel een buis moeten gebruiken? Nog steeds niet. Waarom gebruiken ze geen buis? Wat is de tactiek? Pardon, wat is de tactiek? Gooi er gewoon 1. Waarom had ze niet 2 gedaan? Dan had ze die hele jackpot gekregen. Ik snap het niet. Ah, maakt niet uit. Het voorwerp wordt gebruikt. Oké. Okay. Waarom gebruikt ze dat? Ik snap het niet. Ze gaat 7 gebruiken voor wat? Zij gaat naar de winkel. Gaat ze nou serieus de laatste gouden buis kopen of niet? Nee. Is dan de gouden buis nog wel te koop in die winkel? Ik vraag mezelf af of die buis nog te koop is. Ik weet het niet. Ik denk het misschien ook niet. Wat gaat ze krijgen? 7 muntjes. Ja, deze heeft 3 buizen. Ja, het gaat er gewoon nergens over. Maar ze heeft ook 0 sterren, dus ik gun het er ook wel weer. Nou, ze gaat een buis gebruiken. Nou, prima. Ik vind het prima. Ik gun het er, dus waarom niet? Nou, ze pakt de ster. Ja. 6. En hopen dat ze ook genoeg munten heeft. Nou, ze heeft 155. Dus dat komt wel goed. Je hebt de ster gekregen. Oké. Laat ook zo vrolijk bij. Want ik voel me helemaal trots dat ik gewoon een gouden buis gratis heb gekregen. En gebruikt heb. En daardoor een ster heb gekregen. Alsof het heel knap is. Ik denk van nee. Je hebt gewoon geluk gehad dat je die gouden buis hebt gekregen. En die andere heb je dan gekocht. Nou ja, we hebben hier dus de ster. En even kijken. Niemand staat echt gunstig voor die ster. Dus er wordt waarschijnlijk een gouden buis gebruikt. De minigame, dames en heren. De minigame voor de volgende ronde. We gaan strijden tegen alle 4. 4 tegen 4, dames en heren. In de minigame genaamd... Tankslag. Deze hebben we nog niet gedaan vanavond. We hebben eigenlijk allemaal nieuwe minigames gehad. En ik moet eigenlijk gewoon... Dit doet me een beetje denken aan Crash Bash. Nou, dit snap ik wel. Dit begrijp ik wel. Dit is niet heel moeilijk of zo. Ja, je denkt dat het moeilijk is, maar het valt allemaal best wel mee. Dames en heren, we strijden hier in het veld. Daar komt hij. Dit was hem. Dit ging best wel snel eigenlijk. Ik denk als dit op tijd ging, dan had ik een record, denk. Bam. Ja, en als ik heb 6 sterretjes, nou, dat ging een goede kant op in één keer. Ik had wel een soort van geluk. Maar qua muntjes gaat het nog niet zo heel goed, omdat ik heel veel munten heb gespendeerd aan het jatten van sterren en het kopen van dingen. Vooral de gouden buisjes. Oké, de bordjes worden weer omgedraaid. Dat maakt me helemaal geen reet uit, zolang ik maar gewoon eventjes iets kan kopen. En dat gaan we nu ook doen. Ik ga echt strijden. We gaan een voorwerp gebruiken, want ik wil per se naar de winkel. En dat kunnen we alleen maar op die manier doen. 8 plus 5 is natuurlijk 13, ongeluksgetal. Maar wij gaan nu langs de winkel. Kunnen wij een gouden buis nog kopen? Hij is er nog steeds. Dat is goed, dan kunnen we dadelijk de 7e pakken. Tenzij er natuurlijk eentje gejat wordt voor mij. Tenzij er een dingetje wordt gejat. Kom op een blauw vakje, dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Maar we hebben in ieder geval weer een buisje gekocht. En 3. Moet weer geld inleveren. In plaats van 3 moet je nu 5 muntjes inleveren. Dat zijn er behoorlijk wat. 20 munten in de jackpot. Dames en heren, kom op de jackpot en je krijgt alle munkies. Ontvang een geluksmunkie of een geluksdobbelblonkie. Waar is die? Laat je gooien wat je wilt. En kies je eigen cijfer. Rosalina, wat gaat ze doen? Zij gaat nu een dubbel blok gebruiken. Zij strijdt ook op het veld. Ze gooit ook heel laag. Karma. Echt karma. Ze heeft wel weer 10 munten. Alsof ze niet genoeg munten had. En 4. Dat ze dus 2 dezelfde cijfers heeft gepakt. Hey Olivier, welkom. Daisy. Daisy is on turn. 1. Dat is niet echt, goed, hè, Daisy. Heeft ook nog een blok. Nee. Je hebt een ster gekregen. Hij gaat gewoon 4 sterren pakken daar, hè? Hij gaat 4 sterren pakken. 1 versus 3. Strafschoppen. Ik hou niet zo van voetbal. Maar dit vind ik ook helemaal niks. Komt er Mario Party 4, deze minigame?
Maar we gaan eens kijken. Oh, ik schiet hem gewoon tegen de keeper aan. Ja, misschien moet ik even een keer een beetje rechts mikken. Oh, dat gaat dan buiten het goal. Dat is ook niet handig. Ik heb gescoord. Wauw. Ik schiet elke keer tegen de keeper aan. Ik snap dit echt. Ik snap er geen reet van, joh. Schiet een raak. Eén goal. Eén goal. Oh. Stom. Eén goal nog hadden we moeten halen. Eén balletje nog. Maakt niet uit. Oké. Monty Mol. Monty Mol komt weer om de hoek kijken. Draait die bordjes natuurlijk weer om. Nog 3 rondes te gaan. Wat heb ik gemist? Vraag altijd spelen. Je hebt 27 rondes gemist. Maar dat geeft niet. Er zijn nog 3 voorwerpen. Wat hebben we voor voorwerpen? De gouden buis. Ik ga hem kapen. Sorry, ik ga gemeen doen. Ik ga hem gewoon kapen. Ga het risico niet nemen dat ik dadelijk gewoon niet die ster heb. En dan ben ik ook weer bij de geest. Maar ga ik King Boo kunnen betalen? Ik denk het niet namelijk. Nee, met 11 munten ga ik hem niet kunnen betalen. Als ik meer munt had, had ik weer een ster kunnen afjatten. En die had ik dan van Daisy afgejat, omdat ze dus 2 buizen nog heeft. Inmiddels 7 sterren. Holy moly, jongen. Holy moly, wat zijn dat er een hoop. En Toadette landt weer elke keer op hetzelfde vakje. Dat vind ik wel jammer, dat ze elke keer op hetzelfde vakje... Je hebt zoveel plekken in de game, zeg maar, op je bord. En er zijn maar 4 plekken waar zij spant. Dat vind ik zonde, want... Ja. Welkom bij de bank. Je moet 5 munten betalen. Nou, daar heb ik helemaal geen munten meer over. Dus vergeet het maar. Vergeet het maar. Ik kan alleen maar gratis munten krijgen. En van wie weer ze stelen? Nou, dan gaan we ze van deze stelen, denk ik. Oké, heel veel op thuisje plukken. Hoeveel munten heb ik gejat? 9, dat is ook weinig. Ik had wel een stuk of 30 verwacht of zo. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb er weer wat bij gekregen. 21. Met 3 sterren verschil winnen, dan kunnen ze eventueel gelijk spelen met bonussterren. Oké, ze gaat weer de sterren verplaatsen. Voor deze maakt het ook niet uit waar die ster is. Ik bedoel, ze heeft nog gouden buizen, dus... Zij zou stom zijn als ze die niet zou gebruiken. Dus zij gaat sowieso 4 sterren krijgen. En zij kan dan eventueel winnen als zij op de sterrenbonus, als zij dat haalt... Dan heeft zij gewonnen omdat ze meer, munten heeft, hè? Dus... Oh nee, je Bowser-vakje. Nee. Dit is zo ruk. Ook voor mij is dit heel ruk, dit, hè? Dit is voor mij... Dit kan mij een ster kosten, namelijk. Oh nee. Een Bowser-minigame. Oh nee. Oké. Als je verliest, zijn de munten van hem... Oké. Laten we niet doodgaan. Dan ben je al je munten kwijt. En dan heb ik het over echt... Iedereen heeft al zijn munten kwijt. Oh, shit. Oké, dit gaat goed. Nog wel. Maar er komt nog een bal bij nu. Let op. Oh. Nog af. Oh, ik ben dood. Ik ben dood. Iedereen is zijn sterren kwijt. Of niet? Oh, het zijn maar 10 munten. Oh, ik dacht alle munten. Oké, dat geeft niet. Let's go. Nee, ik dacht echt dat alle munten weg zouden gaan, maar dat is niet het geval. Zij gaan dobbelen. Nog 2 rondes, dan zijn we klaar met dit lange potje. Het is een lang potje, 30 rondes. Lang potje. Weet ik. 2 uur duurt het, hè? Dus even kijken. 4. Ze gaat eronder. Ze krijgt natuurlijk weer een voorwerp. Uiteraard. Het is net de Primark. Dit bordspel heet eigenlijk Primark. Ja, die meiden die halen alles uit de kast daar. 2 versus 2. We hebben weer een leuke minigame. De Splatoomba. Oké, wat is de Splatoomba? Oh, maar dit is leuk. Deze ken ik helemaal niet zo. Grappig.
Deze heb ik echt heel weinig gespeeld. Een Mario Party 8. Wat is aan de hand? Ik krijg dubbel van de grap. Oké, daar gaan we. Zoveel mogelijk blauw maken natuurlijk. Alles is blauw, alles is blauw. Ja, op het einde, het gaat erom op het einde. Dan moet alles gewoon... Kom op, kom op. Blauw, 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 kom op. Nee, kom op. Blauw, 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 ik moet blauw. Kom op, ik ging zo lekker, ik ging zo lekker. Heb ik gewonnen? Zeker, ja, ja, oké. Okay. Van de Primark grap. Ja, maar het is ook gewoon de Primark. Allemaal shoppen, joh. Oh, nee. Kan ik ze... Kom op, raak dan. Oh, dat hoort gewoon bij de game. Dat is gewoon... Ik heb die nooit gezien, joh. Wat grappig. Dat vind ik leuk. Ik kan me niet herinneren dat ik die minigame ooit heb gespeeld. En dan doen we natuurlijk een stickertje. Daar komt ie. Nog twee rondes. Yoshi, jij bent aan de beurt. Oké, laat ik nou gewoon geen 1 gooien, alsjeblieft. Oh, thank god. Dankjewel. Ja, ik heb net niet genoeg voor een gouden buisje. Dat is wel echt extreem jammer. Maar ik krijg wel gewoon alle koepenbangen. Wat goed dit. Gewoon de laatste ronde, een van de ene laatste ronde, gewoon nog alle munten krijgen. Heerlijk dit. Hij gaf ook nog even zo'n confetti, zag je het? Ik snap ook niet, ze gaat die gouden buis voor het laatst gebruiken. Ik snap niet waarom, joh. 7. Yes. Weer een voorwerp. Weer een Primark. Bolblokje krijgt ze. Let's go. Rosalina, wat gaat zij doen? Ze, ze staat eigenlijk op de tweede plek. Oh nee, op de derde plek zie ik. Oh, we gaan weer strijden met een duel. Maar ik ga niet al mijn munten inleggen. Maar hoeveel gaat zij... Nee. Oh, ze gaat ook al mijn munten wil ze afjassen. Ze gaat precies hetzelfde doen wat ik eerst deed. Alle munten gaan erin. 46 munten. 92 munten totaal. Oké, wat voor minigame gaan we krijgen? Ik moet deze weer winnen. Ik moet deze winnen. Oh, deze is verschrikkelijk. Ja, nee, deze is moeilijk. Deze is pittig. Maar we gaan hem halen. Hoop ik. Komt-ie. Hier moet je wachten. Nee. Hier moet je wachten. Nee, ook niet. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los. En we doen het allemaal. En we doen het allemaal. En we doen het allemaal. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los. Deze moet je even wachten. Met gemak, jongen. Met gemak. Zij was nog niet eens halverwege. Oeh. En de winnaar is bekend, Yoshi. Kijk even, ik ben gewoon aan het strijden momenteel met 92 muntjes. Dit gaat echt heel hard nu. Dit gaat zo hard. Dit is echt een van de beste games die ik ooit in Mario heb gespeeld, denk ik. Denk ik, hè? En dan moeten de sterrenbonussen moeten er nog komen, hè? Alhoewel ik niet weet of ik er een van die sterren krijg, maar... Oké, deze gaat nu slim doen. Eindelijk. Wordt tijd. Ze gaat eindelijk de gouden buis gebruiken. En daardoor krijgt zij haar, haar derde ster al inmiddels. Hoppakee. En ze gaat hem kopen. Ze heeft genoeg muntjes. Ze heeft al 138, dus dat komt goed. Je hebt een ster gekregen. Je hebt een ster gekregen. Oh, man, man. Ja, dat wordt nog 1 ronde dadelijk. Dat wordt nog 1 mooie, zuivere ronde. Dat betekent ook dat ik met die munten eigenlijk helemaal geen buis meer kan kopen. Dat wilde ik eigenlijk nog doen, een gouden buisje halen. En dan die nog gebruiken, maar dat gaat dus niet meer. Want dan zou ik in deze ronde had ik hem moeten kopen en de volgende ronde gebruiken. Nou, dat gaat dus niet meer. Dus het wordt nu gewoon, ik denk, vrij rondlopen. Denk ik. Ja, de minigame. Het is een minigame. 2 versus 2. Ik ga met Rosalina strijden tegen Peach en Daisy. In de minigame Pizza Party. Ik krijg honger. Spontaan honger. En dit is schattig, want we gaan eten. En we moeten zo snel mogelijk moeten we de hele pizza opvreten.
En er zit een soort tactiek achter, hè? Ja, ik weet niet wat precies de tactiek is, maar zij pakt de hele buitenrand. En ik weet niet wat sneller is. Maar je moet volgens mij zoveel mogelijk eten van de pizza, denk ik. En volgens mij is dit het snelst wat ik nu doe, zo. Zo rondjes maken, zo. Volgens mij moet je zoveel mogelijk eten, maar we gaan hard, man. We gaan hard. We gaan keihard, man. Ik denk dat wij gewoon verloren hebben, of niet? Het is echt een soort dekker nek race. We hebben gewonnen! Woehoe! Dat scheelt echt. Het staat ook niet bij hoeveel verschil of zo, maar het scheelde echt heel weinig volgens mij. Oké. Okay. 7-3-2-1 ook gewoon. Mooi, mooi dit. Ik denk dat deze dan nog wel haar laatste sterretje gaat binnenjatten. Of, nou ja, ze gaat hem eerlijk pakken met haar voorwerp. Dus dat is ook niet zo heel erg een probleem of zo. Yoshi, wat gaan we doen? We hebben geen voorwerp. Dus het enige wat ik nu kan doen is gewoon... Ja, 5 gooien. Hé, hey, Yannick, jongen, welkom. Ik kom gelukkig niet op het Bowser-vakje. Daar ben ik heel blij om. Ik kan namelijk heel erg spelen met sterren verliezen of een ster weggeven of wat dan ook. Dus dat is altijd een risicootje. Nou ja, zij heeft niet haar buis gebruikt, Peach. Wat heel stom is trouwens. Waarom zij haar buis niet gebruikt, weet ik niet. Ook zij gebruikt haar voorwerp niet. Maar Rosaline had ook eigenlijk alleen een key, een sleutel. Dus dat maakt niet uit. Ontvangt wel weer eventjes muntjes. Dat is wel weer goed voor haar. Yes. Geld, geld, hey, ja. Dames en heren, let u op. Perfect. Dank je wel, Yannick, jongen, voor je 21 maandjes. Dank je wel voor je steun, jongen. Er wordt natuurlijk weer een tweetje bij toegevoegd. 252 subs, jongens. Ongelooflijk, dank je wel. Dank je wel daarvoor. Heb je mijn Fallout cosplay gezien? Nee, heb ik niet gezien, nee, jongen. Dat heb ik niet gezien. Niet gezien. Dat is Duits. Oké. We gaan door met de volgende, want zij gaat natuurlijk weer verplaatsen. Het maakt ook eigenlijk niet heel veel uit. Want ja, ga je die nog kunnen pakken, een van de spelers? Ik denk het eigenlijk niet. Nou. Ja, ik weet niet of ik naar de Comic-Con ga volgende week. Ik weet het nog niet. De laatste minigame, dames en heren. De laatste, allerlaatste minigame. Stuur hem even privé naar mij, Yannick, als je wil. Spijkerzeilvalkuil. Deze ken ik. Nou, ik hoef niet te zien wat dit inhoudt. Dit is een soort Indiana Jones, maar dan in Mario-stijl. Zijn we er klaar voor? Want daar gaan we strijden. Daar komt hij. Zij bedient de knoppen. Oh, dat was niet zo handig. Blijf staan, dat is het belangrijkste. Oh, 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 dat was echt heel gemeen. Dat was echt gemeen. Maakt niet uit. Maar ja, deze mag winnen. Zij mag winnen. Ik vind het prima. Ik denk sowieso dat ik de meeste minigames heb gewonnen. Och, jongens en meisjes, we zijn er. Alle rondes zijn gespeeld. Goed gedaan allemaal. Het is tijd voor de uitslag. Wie wordt de winnaar van dit fantastische minigamespelletje? Eerst moeten we nog even wat bonussen worden uitgedeeld, ja. Ja, de eerste bonus is namelijk de minigame bonus. Dit is dus een bonus voor de knappe speler die dus de meeste minigames heeft gewonnen. Nou, ik denk dat er maar één winnaar kan zijn natuurlijk. Deze bonusster gaat naar de enige echte Yoshi. Dank u, dank u, dank u, dank u, dank u, dank u. Ja, dank u wel, dank u wel. Nou. De tweede bonus is de pechbonus. Ja, die hebben we ook nog. Deze bonus is voor de arme ziel die op de meeste rode vakjes is terechtgekomen tijdens dit hele minispel van 30 rondes. Nou, we gaan eens kijken wie deze bonusster in de macht heeft gesleept. Het is de enige echte. Ook ik? Nee! Ik heb gewoon... Ik heb gewoon nog een... Dit is echt insane, jongen. Dit is echt insane. Holy shit. Holy shit. En de laatste bonus is de Bowser-vakjesbonus. Dit is een bonus voor wie de meeste keer op de... Ik weet niet of ik erop ben gekomen. Gaat toch niet naar mij, hè? Nee, oké, okay, oké. Okay. Ik had bijna 10 sterren. Ik had bijna 10 sterren. Holy shit. Dat brengt ons bij het einde. En dan gaan we kijken wie de winnaar is van deze fantastische match. We vragen de boom of hij antwoord wil geven. Het is niet Daisy. Het is niet Peach. Of Peach en Daisy. Of Rosaline en Daisy. Nee, Daisy blijft over. Ja, nee, ik ben het gewoon. Dik gewonnen, dames en heren. Dik gewonnen. En wat doen we dan? Yes!
Wat een spannende uitslag. Ik vind het fantastisch. Ik ben wel een superster vandaag. En het kwam eigenlijk... Hoppakee. Wat een pech. Nog een leuke foto ook van het slagveld. Tot mijn grote plezier mag ik aankondigen dat Yoshi als eerste is geëindigd in deze match. Je had vast alle strategie om zoveel mogelijk minigames te winnen. Deze is tweede geworden. Niet gewonnen, maar wel goed gedaan natuurlijk. En wat er ook gebeurde, jij bleef lachen. Dat is de ware Mario Party geest. Rosalina eindigde als derde puikenprestatie. En je hebt de koepenbank van heel wat munten afgeholpen. Het meeste van iedereen. Peach moet zich tevreden stellen met de vierde plaats. Dappere poging. Je hebt de meeste verborgen blokken gevonden. Jij was de beste in dat geluk. Wat een geweldige strijd. Tijd om naar de resultaten te kijken. 9 sterren, dames en heren. Dit is echt, denk wel bijna een record wat ik ooit heb gehaald. Nou, je ziet het ook. Ik heb behoorlijk veel sterren in de wacht gesleept. 573 muntjes. En je ziet ook hier hoe dat slagveld ging. Ik ben een rood. Nou, ik begon een beetje rustig aan. En daarna begon ik eigenlijk met stapjes continu omhoog te gaan. En ja, de rest bleef een beetje hangen bij de mindere plekjes. We gaan even kijken, want krijg ik dan nog eventjes wat extra dingetjes. Stoppen. We krijgen heel veel munten. 9 sterren krijgen we 270 munten voor. 1700, dat is echt veel. Niveau 81, niveau 82, niveau 83, niveau 84, niveau 85, 86. Jeetje, man. En als je niveau 90 haalt, vind je nieuwe encyclopedie pagina's in Toads winkel. Dit is behoorlijk veel tijd, joh. De schepper van de sterrenstelsels. Nou, ik ben level 86 geworden in de Mario Party. Super vet, man. Ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Ik ga eerst even de YouTube-video afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een duimpje achter. Wil jullie nog even gedag zeggen tegen de mensen op YouTube? Dan kan dat zeker. Want ja, willen jullie meer van dit soort video's zien? Ook dat ik een streampje opneem als we weer een Mario Party bordspel doen? Laat het mij weten in de chat, in de comments. Want dan gaan we zeker nog een paar van die leuke Mario Party bordspellen doen. En ik hoop natuurlijk dat ze zo snel mogelijk weer een nieuwe Mario Party game gaan uitbrengen. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Nou, tot de volgende video. En houdoe!